Nee. Wie staat aan? Dit hebben wij, we hebben een microfoon omdat er live gestreamd wordt. Dit doen wij een beetje geïmproviseerd. Dat was niet per se gepland, maar we bedachten het net vlak hiervoor. Dat we even zeggen wat de context is van de avond. Ja, dit is Bo Tarenskeen. Dus hier Stranders. En welkom bij het Theater naar de Dam. En om specifiek te zijn, het gesprek... Voor de Dam. Precies, het gesprek voor de Dam. Wat we in samenwerking met de Bali vanaf 2012 organiseren. Bedoeld om na te denken over de betekenis van het herdenken van de Tweede Wereldoorlog. En alles wat daaromheen komt kijken in deze tijd. Morgen is er overal theater. Maar vanavond eerst een gesprek aan Clary het woord. Ja, ik heb begrepen van jullie dat dat al een paar jaar het geval is. En dat er dan een thema wordt uitgekozen dat in elk geval dat te maken heeft met 4 en 5 mei. In dit geval vandaag is dat het oprukkend nationalisme. Het nationalisme in Europa, maar natuurlijk ook in Nederland. Eigen volk eerst staat daar. Ik wist eigenlijk niet dat dat de titel was. Maar inderdaad, de roep om eigen volk eerst hoor je natuurlijk steeds vaker. Nederland weer aan de Nederlanders heet het dan. De eigen identiteit wordt gevierd. De ander wordt gewantrouwd, om het eufemistisch te zeggen vaak. En we gaan dus vanavond praten over nationalisme, over dat identiteitsdenken. Identiteitspolitiek die daaruit voorkomt en de zogenaamde stem van het volk wellicht ook. Wie is het volk nog? Waar komt die solidariteit met de eigen groep vandaan? U hebt natuurlijk allemaal gemerkt tijdens de laatste verkiezingen dat menig burger werd aangesproken op zijn identiteit door allerlei partijen, van de VVD tot de PVV, tot de SP, tot DENK, tot 50PLUS, de oudere partij, vormt de opkomst van dat identiteitsdenken eigenlijk een bedreiging voor de samenleving? Dat zal zeker een van de vragen zijn die vanavond opkomt. En ik denk natuurlijk ook, omdat het ook in het kader van 4 en 5 mei is, dat we toch nog even gaan praten of de retoriek van de jaren 30 herkenbaar is in de huidige polarisatie. Ik wil daar niet te lang bij stil blijven staan. Ik wil niet dat doorlopend al die vergelijkingen steeds maar trekken. Maar ik wil het er toch wel even over hebben. Allemaal vragen die ik ga voorleggen aan de gasten, mijn gasten. Het zijn mijn gasten. Paul Scheffer, hoogleraar en publicist. Ruben Mersch, uit de Belgique, filosoof en bioloog. En journalist en schrijver Marcia Luiten. Ik denk dat we eerst even dat begrip moeten gaan verkennen. Dat identiteitsdenken, identiteitspolitiek, wat is dat eigenlijk? Hoe ontstaat het? Waar hebben we het over als we het over identiteit hebben? Zal ik dat doen aan proberen aan de hand van wat jullie geschreven hebben misschien? Is dat het handigste, Marcia? Dan begin ik bij jou. Jij hebt natuurlijk het geluk van Limburg geschreven, een sociale geschiedenis over de opkomst en ondergang van de steenkoolindustrie in Limburg. En een van de dingen die jij daar hebt gevonden is dat met zijn industriële geschiedenis de regio ook zijn identiteit kwijtraakte. Ja. Kun jij iets zeggen over die identiteit? Wat beschrijft die identiteit dan als die kwijtgeraakt is? Ja, het is misschien handiger als ik iets vertel over ook hoe die identiteit werd gevormd. Want wat mij daar zo fascineerde toen ik aan dat onderzoek voor het boek werkte, is dat daar echt een hele duidelijke constructie van identiteit heeft plaatsgevonden. Een constructie? Dus kunstmatig bedoel je nu? Ja, absoluut kunstmatig. Dus toen die steenkoolindustrie moest worden gevormd, toen waren er helemaal geen mijnwerkers in Limburg. En toen kwamen mijnwerkers van heinde en verre. En toen werd het een enorme sociale, onrustige omgeving, waar zowel de staat als de katholieke kerk zenuwachtig van werden. Want het rode gevaar kon ontbranden en de streek kon minder katholiek worden. En toen is er eigenlijk een pact gesloten tussen mijnkerk en staat. Ik noem dat in mijn boek ook de trojka. En die trojka die heeft zijn belangen, die had gedeelde belangen. En God en steenkool,
zo zou ik kunnen God zeggen. God en Steenkool. God en Steenkool werden hele dikke vrienden daar. Ik denk niet dat die twee samen vaak in één adem genoemd zijn. Nou ja, in Limburg. Maar hier waren ze wel, ja, nauw met elkaar verbonden. Ja. Want de katholieke. Dus er begon daar een proces van social engineering. Dat ik eigenlijk nog nooit ergens anders op zo'n school, op zo'n schaal. En uiteindelijk met zo'n groot succes uitgevoerd heb zien worden. En die drie, die trojka, die zorgde voor een fysieke infrastructuur. Dat is natuurlijk het eerste. Mijnen, spoorwegen en kolonieën. Kolonieën waren enclaves voor mijnwerkers. Geïsoleerde eenheden, dat mocht een socialistisch vuur ombranden, kon je ze meteen afsluiten. Die kolonieën waren gemeenschap op zich. Als je er werd geboren, hoefde je nooit meer ergens anders in. Alles wat je nodig kon hebben, kon de kolonieën geven. Dat was de fysieke infrastructuur. Dan had je een sociale infrastructuur. Dat was natuurlijk allereerst de kerk. Ik bedoel, elke kolonie begon met een pastoor in het midden en een parochie. Die sociale infrastructuur, dat was ook scholen, klinieken. Dat was natuurlijk die kerk. Dat waren ook de eindeloos veel verschillende clubs die werden opgericht door Mijn Kerk en Staat. Je kan het zo gek niet verzinnen. Voetbalclubs, duivenverenigingen, biljartclubs, harmonieën, fanfares. Je kan, alles was er. En dan had je, en dat was eigenlijk, vond ik, het meest interessante, daar was ook heel duidelijk nagedacht over een mentale infrastructuur. En die mentale infrastructuur, dat werd ook voor een deel geleverd door de kerk en ook door de scholen, maar bijvoorbeeld ook door het patronaat. Het patronaat waren cultuurhuizen, waar voor de mijnwerkers cultuur, educatie, bildung werd geleverd. En dat alles, dat ging nog eens gepaard met een gigantische, noem het maar gewoon een marketingcampagne om het vak van mijnwerker en de mentale attitudes die daarbij hoorden, om mensen die over te brengen. Er werd kortom een verhaal gecreëerd. Een verhaal waarin mensen konden groeien, waarin ze konden wonen. En dat verhaal, dat werd gestut door tradities. Gloednieuwe, eeuwenoude tradities. Dus zeg maar die invention of tradition, zoals Eric Hobsbawm dat beschreef, dat zie je daar in pure vorm, hoe nieuwe tradities worden gevormd en eeuwenoud worden verklaard. Zo werd er gesproken bijvoorbeeld over het opkweken van een authentiek Limburgse mijnwerkersstam. Dat zijn niet mijn woorden, dat waren de woorden van Harry Poels, de geestelijke, die eigenlijk de mastermind was van deze hele social engineering. Dus daar werden tradities geschapen, rituelen van kerk en steenkool, die vonden elkaar naadloos. En daarin werd eigenlijk een hele sterke identiteit geschapen. Want het verhaal waar die mensen in woonden, was het verhaal van hele trotse, fitte werknemers die werkten voor de meerdere eer en glorie van God en de gemeenschap. En waar ik altijd het beeld had gehad van mijnwerkers als een beetje zielige, ondergrondse slaven. Dat beeld klopte niets van. Het waren gewaanzinnige macho's. En die identiteit, die dus zo sterk was geweest, die veilig was geweest, die alles omvatte, die werd ook weer letterlijk afgebroken toen de mijnen dichtgingen. Ja. Maar die identiteit stoelde dus op verschillende pilaren, vertel je nu. Ja. Terwijl toen er maar één pilaar eigenlijk onder vandaan wegviel, stortte alles in. Ja, maar wat daar gebeurde was dat alle drie de pilaren wegvielen. Je bedoelt, de mijnen vielen maar weg. Maar niet tegelijkertijd. Nou, de kerk niet. Jawel, de kerk ook. Want toen de mijnen dicht, laatste mijn sloot in 1975. En toen was het eigenlijk de secularisatie in de rest van Nederland was al een stuk verder. Dus toen maakte Limburg in versnelling een waanzin met donderend geraas, stortte eigenlijk ook die kerk in. En de staat, de derde pijler, die trok zich ook terug. Want in de jaren 80 was de staat opeens oorzaak van het probleem in plaats van de oplossing van een probleem geworden. Pau, kan je het verhaal van Marcia, zou je dat kunnen verbreden naar Nederland? Dus we hebben het nu over een Limburgse identiteit, gestoeld op die pijlers die zij net beschreven. Het is natuurlijk een industriële identiteit. Ja, een economisch, sociaal-economische identiteit in feite. Ja. Gestut nog door de kerk en een aantal andere dingen. Zou je dat kunnen verbreden naar Nederland? Of? Nou ja, het ingewikkelde van Nederland is natuurlijk dat door de verzuiling, dat verwijst natuurlijk wel enigszins naar wat jij vertelt, Nederland altijd een land was wat enorm divers was. Verschillende geloofsgemeenschappen, ongelovigen, sterk gesegregeerde samenleving. Maar je kunt wel zeggen dat die zuilen droegen wel een verbeelding van een gemeenschappelijk dak, van een idee over Nederland. Ook iets waarin je kon wonen. Je zei een verhaal waarin je kon wonen. Dat geldt natuurlijk voor de zuilen. Een verhaal waarin je kan wonen. Was in ieder geval wel een idee over wat voorbij die verdeeldheid.
Ik heb net een schoolboek mogen schrijven voor maatschappij leren. En er stond een oude versie en dan werd eigenlijk het idee gepromoot van... Nederland is een divers land geworden door de migratie. Dat natuurlijk echt klinkklare onzin is. Nederland was natuurlijk al, is echt niet ineens divers geworden in 1970. Maar was natuurlijk al in zijn hele geschiedenis een heel erg verdeeld land met verschillende achtergronden. Maar dat sloot niet uit om ook een verhaal over Nederland te vertellen. Dat heeft al lang geduurd. Dus we hebben natuurlijk de neiging, even aansluitend op de invented traditions. Natuurlijk zijn dat, zijn alle tradities, beginnen ooit ergens. Maar daarmee hoeven ze, kun je ze nog niet kunstmatig noemen. Want als een traditie, ook al heeft hij altijd ergens een beginpunt, als die lang bestaat, geeft hij toch een bepaalde duiding en hou vast. Het heeft in Nederland heel lang geduurd voordat er een verhaal ontstond waarin het centrum van Nederland en de periferie samen werden gebonden. Een idee, dit is Nederland, waarin de taal gestandaardiseerd werd, enzovoort, enzovoort. Ik bedoel, de klokken in Nederland zijn pas in 1909 gelijkgezet. Toen is pas, toen dus de infrastructuur van Nederland ontstond, met spoorwegen, telegrafie, noem maar op. Op een gegeven moment was het toch niet handig dat de tijd in Deventer 10 minuten voorliep of achterliep op die van Amsterdam. Maar dat was tot 1909 wel het geval. Dus zo recent is het dat Nederland... Nee, maar goed. Dus dat wij één tijd hebben is eigenlijk pas een eeuw. Dus dan zie je ook hoe lang dat zo'n proces van Nederland is natuurlijk onafhankelijk als staat. Maar de natievorming in die staat heeft wel 2 eeuwen geduurd. Misschien nog wel langer. En je kunt zeggen dat dat natuurlijk aan erosie onderhevig is, door vele oorzaken. En wat mijn zorg is, is dat eigenlijk het algemeen belang langzamerhand ontvolkt raakt. Dat mensen zich dus niet meer een idee hebben, een verhaal kunnen vertellen over Nederland. En dat daarom mensen zich steeds meer in particuliere identiteiten gaan terugtrekken. Of dat nou de identiteit is zoals Rutte hem aan Nederland voorhoudt. Ja, maar over die zorgen gaan we het straks hebben. We gaan nu nog even, we zijn nu nog even het begrip aan het verkennen. En maar goed, dus is dus denk ik wel een verhaal geweest over Nederland. Maar altijd, kijk, lees de oratie van Jan Romeijn, onze beroemde historicus. Het vergruisde beeld, 1939. En dat gaat erover dat er in Nederland diepe oneenigheid bestaat over de verschillende interpretaties van de opstand. Daar is nooit een eenduidig verhaal over geweest. Maar je kunt zeggen wat hij niet zag. En wat we nu misschien beter zien, is dat wat hij nog vanzelfsprekend vond, dat iedereen het refereerde aan die opstand. Precies. Dat daar een verhaal over was. En dat was weliswaar een strijd over hoe je dat moest uitleggen. En dat werd door protestanten, calvinisten anders uitgelegd dan door katholieken enzovoorts. Maar dat was wel een gemeenschappelijk referentiepunt. En wat hij niet kon zien in 1939 is misschien dat we nu wel zien dat eigenlijk die opstand, of dat verhaal wat ergens een beginpunt heeft en mensen het idee geven zijn onderdeel van een langere geschiedenis, die ook ergens naartoe verwijst, dat verhaal is langzamerhand natuurlijk helemaal uit elkaar gevallen en er is weinig voor in de plaats gekomen. Nou, dat uit elkaar vallen, daar hoef je niet zo zorgen over te maken op zich. Als er een ander verhaal, een betekenisvol idee, ervoor in de plaats komt. Wat meerderheden zou kunnen inspireren, daarvoor in de plaats zou komen. Dus volgens jou is er wel één... Ik wil eigenlijk... We hadden het er even van tevoren over. Voordat u hier zat, hadden we het even over de uitspraak van Maxima dat de Nederlandse identiteit niet bestaat. En afijn, daar gaan we niet nu uitgebreid op in. Maar jij, volgens jou bestaat die dus wel? Nee, want ik heb net gezegd dat dus dat altijd, het ligt aan hoe je die uitlegt. Als je zegt van er bestaat een eensluidend idee over de opstand. Nee, dat heeft dus nooit bestaan. Er is altijd over gestreden. Maar als je zegt er is wel een gemeenschappelijk verhaal was er waarin die opstand als een soort van markering, als een symbolisch eikpunt. Ja, nee, maar het bestaat dus als gemeenschappelijk verhaal. Nou ja, zoals Kosman zei, de natie is het gesprek wat we in de eigen taal met elkaar voeren. Nou, met alle verschillen dus. Het gesprek gaat meestal niet dat je elkaar voortdurend gelijk geeft, nee, maar elkaar ook tegenspreekt. Ja. Maar een levendige democratie, en je kunt zeggen dat is een rechtscultuur als geschiedenis in Nederland heeft zich ontwikkeld, waaraan je iets van die samenleving en de manier waarop met conflict wordt omgegaan kunt herkennen, die een eigen patroon heeft wat niet per se samenvalt met hoe het in België gaat, of in Engeland, of in Duitsland, of in Denemarken. Dus je kunt, zeker terugkijkend, kun je wel iets zeggen over de wordingsgeschiedenis van Nederland. Goed. Je zei net, we zullen elkaar vanavond niet allemaal gelijk geven.
Nou, dat zal zeker het geval zijn, hè, Ruben. Jij hebt een boek geschreven waarom iedereen altijd gelijk heeft. En ja. Daarin dat schrijf je over de groepsidentiteit, hoe die een grote rol speelt. En dan verklaart vanuit de biologie. Ja, dat klopt. Kun jij het begrip identiteit vanuit die biologie nog een extra dimensie geven? Ik zou beginnen met chimpansees. Chimpansees, dus als je een chimpansee bent en je kruipt rond, springt rond ergens in Oeganda bijvoorbeeld. En je hebt de pech om op het territorium van een andere groep te komen. Chimpansees leven in groepen tussen de 20 en de 120 ongeveer. En je hebt de pech om in het territorium van een andere groep te komen. Dat is niet zo'n goed idee. Ja, meestal, als je het overleeft, mag je blij zijn als je testikels daarna nog hebt. Dan word je keihard aangevallen. Chimpansees hebben een zeer duidelijke groepsidentiteit. Ze kennen elkaar, ze weten niet, behoort tot mijn groep en dat zijn de slechte, dat is de andere groep, die vallen we aan. En eigenlijk wat wij mensen doen, is nog altijd een beetje hetzelfde, alleen we herkennen elkaar niet meer allemaal. Dat is een beetje moeilijk, want we leven met iets te veel. En dus hebben wij, de mens als symbolisch wezen, allerlei symbolen gevonden, vlaggen, voetbalclubs, oranje kleur, wat dan ook, om eigenlijk datzelfde groepsdenken, datzelfde wij-zij-denken... Om die herkenning mogelijk te maken. En daar vechten wij nu over, hè? Want als er in de psychologie, je kunt over de wetenschapspsychologie veel negatieve dingen zeggen, daar zit zeker, mag iets meer methodologische rigorositeit zijn. Maar als er één ding is waar ze het wel over eens zijn, het wij-zij-denken zit zo diep ingesleten in ons menselijk brein. En dat hebben we gemeen met chimpansees. En dat hebben we nog steeds. En momenteel kun je dat op heel veel verschillende manieren invullen. Dat kunnen chimpansees niet. Wij wel. Wij kunnen verschillende identiteiten hebben. Dat kan gebaseerd zijn op etnie, op taal, op geloof, op voetbalclub, op wat dan ook. Maar die basis is nog steeds aanwezig. En die gaat er niet zomaar uitgaan. Maar ja, je kunt natuurlijk wel zeggen, denk ik, dat het wij, wat daar aangeroepen wordt, in de geschiedenis wel, zoals Bram de Zwaan, dat socioloog, dat heeft omschreven, een uitdijende kring van de identificatie. Ja. Natuurlijk de groep waarmee we ons vroeger vereenzelvigden, geografisch en mentaal veel kleinere groep was in heel veel opzichten. Iets wat ergens makkelijker nu was. Dus daar zit natuurlijk, ook al kan je zeggen wij zij denken, is misschien iets wat alle tijden structureert, de manier waarop dat gebeurt en hoe inclusief het wij is, daar zie je natuurlijk wel een geschiedenis van vooruitgang in. Maar er is natuurlijk altijd, door de hele geschiedenis, overal ter wereld, een wij-zij-denken geweest. Alle wijs hebben alle zijs altijd, zijn elkaar in de haren gevlogen en omgekeerd. En er zijn oorlogen over geweest, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dat is iets van alle tijden. Hoe komt het dat het nu plotseling zo'n problematisch begrip aan het worden is, of geworden is, eigenlijk. Ja. Hoe komt dat? Ja, dat is een vraag waarop volgens mij geen eenduidig antwoord mogelijk is. Maar je ziet wel, over een langere periode, zie je drie grote ontwikkelingen, sociaal-culturele ontwikkelingen, die dit zo problematisch hebben gemaakt. De eerste is een hele sterke individualisering, zoals we die de afgelopen 25 jaar hebben doorgemaakt. En daarmee zijn betekenishorizons zijn weggevallen. Dus de entiteiten waar mensen hun identiteit sterk ontleenden, bijvoorbeeld die katholieke kerk, bijvoorbeeld een arbeidersidentiteit, die zijn weggevallen. Gemeenschappen zijn veel losser geworden door allerlei factoren. Individualisering is dus de eerste. Dan heb je een neoliberalisering hebben we gehad de afgelopen 25 jaar. Ook een hele sterke ontwikkeling die daarmee gepaard ging, of tegelijkertijd ging eigenlijk. En dat leverde twee dingen op. Eén is dat mensen wie of wat ze zijn afmeten aan materiële zaken. En twee, of je slaagt of faalt, wordt je eigen schuld of je eigen... Ja. Is je eigen verdienste. Dat is een meritocratisch. Als je slaagt, is het je verdienste. Is het je verdienste? Ja. Maar, als je faalt, is het natuurlijk de schuld van iemand anders. Als je faalt, dan is het de schuld van iemand anders. Dan ben je mislukkeling. Het is veel harder. Het is niet pech, maar dan ben je mislukkeling. Dus twee heb je dus die neoliberalisering. En ten derde, een trend die natuurlijk ook al, de honderden jaren aan de gang is, maar steeds versneld wordt, is die globalisering, die ook leidt tot post-industriële gebieden. Zoals die oude mijnstreek in Limburg, waar ik mijn boek situeer. Dat is een post-industrieel gebied dat vergelijkbaar is met natuurlijk heel veel andere gebieden op de wereld. Waar Trump, het heartland waar Donald Trump zijn stem heeft gehaald, is post-industrieel gebied.
En zo zijn er meer post-industriële gebieden. En als je kijkt, dan zie je dat in post-industriële gebieden bijvoorbeeld ook Wilders heel veel stemmen haalt. Dus die drie samen, die maken op een gegeven moment dat je een samenleving krijgt met grote sociale ongelijkheid. Dat mensen niet meer een automatische identificatie met een gemeenschap hebben. Grote sociaal-economische ongelijkheid leidt ertoe. Dus identiteit wordt vaak een issue als je sociaal er slecht aan toe bent. Als je onzeker bent over je sociaal-economische toekomst. Dus die dingen samen maken volgens mij... dat En als je het idee hebt dat je er alleen voor staat, blijkbaar. Dat, want er waren vroeger natuurlijk ook een heleboel mensen... Ja. die onzeker waren over hun toekomst. Ja. Maar dat was een groep en die streed als groep voor verbetering, bijvoorbeeld. Dat, precies. Je had natuurlijk, als mensen lid waren van een vakbond... dan had je daar een gemeenschap in. Maar vergeet niet bijvoorbeeld die kerk, die katholieke kerk bijvoorbeeld... mensen die het ongeluk trof, die kregen door de kerk verteld... dat dat door God zo was bepaald en dat ze zich daarbij moesten neerleggen. En dat leidde dus niet tot een persoonlijke crisis. He, dus dat is dat wegvallen van die betekenishorizons, dat die persoonlijke individuele identiteit, die wij de afgelopen 25 jaar hebben verklaard door een soort van totem van modernisering en vooruitgang, die is voor mensen met wie het niet helemaal goed gaat, buitengewoon problematisch. Ben je daarmee eens, Paul? Nou, laat ik zeggen, er zit zeker een heel duidelijk sociaal-economische kant aan. En een toegenomen ongelijkheid, meritocratie kan je het ook noemen. Hè? Ik bedoel, het is niet alleen een liberaal ideaal, was het maar ook een sociaal-democratisch ideaal. Ja. Dat iedereen zijn talent zou kunnen verwerkelijken. En de vraag is natuurlijk hoe hard is een samenleving eigenlijk, waar iedereen dan op zijn talent wordt beoordeeld. Ik bedoel, wat is je toekomst als je weinig talent hebt? Ja. Of fysiek of mentaal, intellectueel of noem maar op. Dus dat is wel zeker een kant ervan, maar ik denk dat je tegelijkertijd... in je verhaal over Limburg ook wel een verhaal vertelt over een beschavingsoffensief. Over dat het over veel meer ging. De plek die mensen in de samenleving hebben waarmee ze zich kunnen vereenzelvigen. Dan puur sociaal-economische vragen. Dus, dus je ziet wel dat, ik zeg het, door de nieuwe globalisering. Het beeld van de globalisering is al eeuwen oud en neemt steeds meer toe. Daar klopt niks van. Dus dat moet er gewoon precies zijn. Er is een tijd geweest... eind 19e eeuw, begin 20e eeuw, hele snelle globalisering. Die is in de crisis van de Eerste Wereldoorlog geëindigd. Daarna heeft het eigenlijk tot eind van de 20e eeuw geduurd... voordat het niveau van de globalisering weer op dat niveau is waar het voor 1914 was. Maar ik even dus de hoogte en dieptepunten van de globalisering... dus als je gewoon kijkt naar economische data, hè, bijvoorbeeld internationale handel in Europa... Die komt pas na de jaren 70 is hij weer op het niveau waar hij voor 1914 was. Ik wil even nagaan hoe je globalisering, hoe je dat kon meten. Ja, dus bijvoorbeeld, en heb je dat net al geantwoord door... Ja, bijvoorbeeld, maar ook bijvoorbeeld de omvang van de migratie was dus eind 19e eeuw. Het zal nog even duren voordat het weer dezelfde omvang heeft, de migratie, als die eind 19e eeuw had. Dus het hele beeld van globalisering is een soort van natuurtoestand... die eigenlijk voortgedreven wordt puur door technologie... en dat de wereld steeds interdependenter en steeds meer verstrengeld met elkaar raakt. Als je gewoon historisch onderzoek dat tegenover stelt... zie je dat die globalisering met ups en downs gaat. En niets zegt mij dat we niet een nieuwe crisis van de globalisering... en een daling van de wereldhandel en een daling van de migratie denkbaar is. Het is nu toch bezig? De globalisering is nu aan de hand. Ja. Nee, maar goed, dat betekent dus dat het beeld van het gaat steeds sneller... De laatste 25 jaar is er een enorme versnelling in globalisering. Ja, precies. Maar dat is wat anders dan een eeuwenoude trend over invented traditions gesproken. Hij gaat wel. Ja, nee, maar dat is wel belangrijk. Omdat het namelijk dan ook duidelijk is dat de kwetsbaarheid van die globalisering... dat dat geen natuurtoestand is, maar mensenwerk. En dus dat er wel degelijk ook een crisis van de globalisering denkbaar is... waarin het niveau van wereldhandel verder inzakt enzovoort. Dus ik denk dat er wel absoluut iets gaande is wat structureler is, wat dieper zit... wat een sociaal-economische kant heeft, maar ook absoluut een culturele kant. En beide moeten we willen zien. Uh-huh. En ik vind dus dat de antwoorden hierop... enorm tekort schieten. Dus ja, daarom laten kun je we het hebben over maken. Die antwoorden. Want we hebben nu geprobeerd om het begrip te identificeren. Te omschrijven. We hebben geprobeerd om de oorzaken ervan enigszins helder te krijgen. En nu wil ik het er met jullie over hebben van hoe wordt dat identiteitsdenken in politiek omgezet? Want
is de politiek alleen maar een slaafsvolger van al deze ontwikkelingen die jullie hebben geschetst? En blinken ze alleen maar uit in het niet vinden van antwoorden op die ontwikkelingen? Of heeft ze er ook een belangrijke rol in? Nou, het is een behoorlijk braakliggend terrein gebleven natuurlijk. Heel lang hebben enigszins progressieve geesten zijn hier ver van gebleven. Als het ging over identiteit, als het ging over vormen van gemeenschap, dan wilde men daar niet van weten. Dus dat terrein is braak blijven liggen totdat er een rattenvanger van Hamelen opstaat en met een toverfluit hele hordes achter zich aan. Over wie hebben we het nu? Over Geert Wilders natuurlijk. Dus dat is braakliggend terrein gebleven. Ja, ja. En wat mij fascineert is, kijk, er zijn allerlei vormen van identificatie zijn weggevallen, betekenishorizons zijn weggevallen. Maar er is er eentje die natuurlijk gewoon levend en wel overeind staat. En dat is onze politieke gemeenschap. En wat me toch verbaast is dat er niet tot afgelopen verkiezing Lodewijk Asscher met het begrip progressief patriotisme kwam, maar dat niet al veel eerder is gezocht naar het meer actief laden van die burgerlijke gemeenschap, hè, zoals ze. Het is niet alleen in Nederland een ontwikkeling. Dat is natuurlijk in alle landen om ons heen, maar het is in Amerika ook het geval. Het is niet alleen maar een Nederlands verschijnsel. Ja, het is exact hetzelfde natuurlijk. Ja, en wat zeg maar Nederland weer anders maakt dan bijvoorbeeld Frankrijk of Amerika, is dat dat samenlevingen zijn waarin juist die burgerlijke gemeenschap altijd heel sterk is geweest. Ja, precies. En wel geladen met rituelen en symbolen en bijeenkomsten en dagen en pledging allegiance to the flag. Niet alleen dat, waar de verschillen als het ware zodanig waren ingekapseld in die zuilen dat, dat er een pacificerende rol van uitging in plaats van een verdelende rol. Maar laat ik zeggen, het beeld dat dus er identiteit een vraagstuk is geworden met de opkomst van het populisme. Ik zou daar toch wel iets aan vooraf willen laten gaan. Namelijk, er is natuurlijk een moment geweest waarop, voor een deel uit naam van dat individualisme, maar ook vanuit diversiteitsidee is gezegd, er is helemaal niet meer zoiets als een wij. We zijn allemaal verschillend. En het enige wat we nog over de samenleving kunnen zeggen is hoe verschillend we zijn. En je kunt zeggen, zonder één migrant in Nederland hadden we ook al de grenzen van die individualisering wel ontdekt. Maar door de verheviging eigenlijk daarvan in het idee van diversiteit, er is helemaal niet meer zoiets wat ons bij elkaar houdt. Het enige wat we gemeenschappelijk hebben is ons verschil. Dus het multiculturalisme was natuurlijk, het multiculturalisme was in zekere zin het idee van de samenleving bestaat uit naast elkaar bestaande gemeenschappen, voor een deel. Maar een vrij conservatief idee ging over behoud van eigen identiteit. Laten we niet vergeten, de kernzin van het Nederlandse integratiedenken was integratie met behoud van eigen identiteit. Dus ik heb me altijd verbaasd over dat progressieve mensen dat behoudidee over behoud van identiteit konden omarmen. Want ik dacht, dat is gewoon een vrij behoudzuchtig idee, inderdaad. Een vrij conservatief idee. Dus waar we niet in zijn geslaagd, en misschien ook met vallen en opstaan moeten leren, is dat een samenleving die zo verandert, die heeft een nieuw verhaal nodig, een nieuwe verbeelding van het wij. Niet het opgeven van het wij. Want in een democratie ontkom je niet aan het wij. Die zin, wij zijn verantwoordelijk. Die zin, wij hebben gefaald in Srebrenica. Of de zin, wij moeten ons herinneren wat er in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd. Al die zinnen, daar zit allemaal wij in. En dat wij is tijdlang geassocieerd met een soort van slecht begrepen nationale trots. Terwijl ik zou zeggen, een goed begrepen wij is ook plaatsvangende schaamte. Is plaatsvangende verantwoordelijkheid. Is het idee, toen Archie Karacher van Miligöres tegen mij zei, wij hebben gefaald in Srebrenica. En met dat wij bedoelde wij Nederlanders. Had ik dan terug moeten zeggen, hoezo wij? Dat is helemaal niet zoiets als een wij. En jij hoort er al helemaal niet bij. Met een Turkse achtergrond. Ruben? Heb ik veel progressieve vrienden die zullen beweren dat wij niet bestaat. Nee. En dat dat een soort opgelegde constructie is. En dat je misschien dat het wel bestaat, maar dat het beter zou zijn, dat deze wereld beter zou zijn indien het niet zou bestaan. Indien we enkel individuen zouden zijn. Hoezo? Nou, omdat je dan dat wij zij denken in hun beeld, misschien enigszins naïef, het gaat volgens mij voorbij aan onze biologische make-up van ons brein, dat je dan enkel individuen zou zijn die allemaal samen in diversiteit samen kunnen leven, zonder dat je groepsvorming krijgt waarbij de ene kamp zich het opneemt tegen het maar andere. Maar dat is zo'n... Ik zeg niet dat ik het daarmee eens ben. Nee, precies, dat is een valse tegenstelling. Want waar je natuurlijk, en ik denk dat Paul daar ook naar op zoek is, is een definitie van een wij die inclusief is. He, waar jouw progressieve vrienden daar naar kijken, dat zijn hele exclusieve groepen van wij. Maar
Dat is natuurlijk... Dat is, nee, natuurlijk, zij praten daar enkel over met andere leden van hun stam, de progressieve multiculturele denkers. Maar laten we zeggen, er zit dus een probleem aan beide kanten. Er zit een probleem aan diegenen die zeggen, die eigenlijk elke notie van een wij, maar dan hoop ik een wij wat inderdaad Nederland in zijn veelvoud omvat, verwerpen. Er is een identiteit, hè, een bepaling, wij autochtone Nederlanders, witte Nederlanders, whatever. He, dus de populisme is natuurlijk in zekere zin een multiculturalisme, maar dan voor de witte meerderheid. Maar het is in principe zeg, integratie en behoud van eigen identiteit. Wij mogen dan toch ook onze eigen identiteit omarmen. Rutte speelt daar een spel mee. Vind ik echt heel problematisch wat er tijdens de verkiezingen is gebeurd. Die notie van pleur op. Ja. Waarbij dus eigenlijk tegen doe jongeren... Normaal. Doe normaal. Terwijl ik tegen die jongeren zou zeggen van hoe kun je... Je verweren tegen een Nederlands nationalisme, dat zegt jullie zijn tweederangs burgers hier. En tegelijkertijd een agressief Turks nationalisme omarmen. Dat zou ik tegen ze zeggen. Ik zou nog een paar andere dingen zeggen. Maar ik zou nooit zeggen van het spel blijven spelen van ja, jullie zijn hier wel. Maar als jullie hier niet meer valt, moet je weggaan. Nou, eigenlijk, als het ons niet meer bevalt, dat het jullie hier niet meer bevalt, moet je weg. In plaats van tegen de jongeren te zeggen, maar... van als je een verwijt hebt aan Nederland, organiseer je, verander hier wat, engageer je. Dus je voelt dat het van allerlei kanten wordt die verbeelding van een wij in de steek gelaten en ingewisseld voor ik begrijp een wat terugtrekkende je zegt, maar beweging. Natuurlijk, dat is precies wat er aan de hand is. Maar daarom wil ik het ook hebben over hoe dat politiek wordt ingezet. Want het is natuurlijk ook een fantastische afzetmarkt. Ja. Het identiteitsdenken en identiteitspolitiek. Absoluut. Het is ontzettend plezierig om identiteit alleen maar te zien als iets wat bedreigd wordt door anderen, door een vijand, al dan niet, al dan niet gecreëerd. Ja. Maar weet je, dat is zo lastig is aan die politieke identiteit, hè, die zeg maar wat Habermas noemt het verfassingspatriotismus, het grondwetpatriotisme. Wat daar zo lastig aan is, is dat identiteit eigenlijk iets is wat je moet laden door dingen te doen. Je moet dingen delen, ervaringen delen en daaruit is het nevenproduct is dan identiteit. Hè, bijvoorbeeld in gemeenschappen zijn heel veel gezamenlijke dingen weggevallen, ook doordat mensen gewoon... jij zei ook al het algemene belang gaat een beetje teloor, om een gek voorbeeld te noemen. Ik kom in Limburg uit een heel klein dorp. En in dat hele kleine dorp heeft mijn vader heeft daar 41 jaar een cultureel festival georganiseerd. Dus één groot kasteel en verder is piepklein. En op dat festival, op dat kasteel was 41 jaar een gigantisch festival waar het hele dorp aan meedeed. Want al die mensen waren nodig, want er kwamen duizenden bezoekers. Het hele dorp werd platgelopen. Daar deden mensen dingen samen die elkaar anders misschien niet zagen. Dat mensen ontleenden daar trots aan. Heel belangrijk voor hun identiteit. Toen mijn vader na 41 jaar zei... Ja jongens, het is nu ook wel een keer mooi geweest. Aan wie kan ik dit stokje overdragen? Toen was er niemand. En dat festival dat zo bepalend was voor die dorpsidentiteit... is teloor. Bestaat niet meer. Dus mensen moeten ook dingen doen. En daarom ook is bij het ontbreken van een mooi groot verhaal... waarin heel veel verschillende Nederlanders zich thuis voelen... Daarin zie je ook de aantrekkingskracht natuurlijk van een radicale islam. Want wat die te bieden heeft, is precies wat die identiteit nodig heeft. Dat is dingen samen doen. Je gaat samen naar de moskee, je viert samen een aantal feesten. Daar wordt trots aan ontleend, een hele duidelijke groepsidentiteit. Dat maakt het zo aantrekkelijk, doordat die politieke identiteit volgens mij niet geladen is. Maar goed, maar je ziet dus ook degene die nu zeggen Nederland is een diepst racistisch land. En daaraan een identiteit ontlenen. Aan die stelling. Wie zegt dat? Je bedoelt nu Gloria Wekker bijvoorbeeld. Artikel die dat 1, zeggen. Denk, noem maar op. Ja. Die dus eigenlijk een nieuwe groepsidentiteit markeren. Ja. Terwijl ik denk, Nederland wordt door veel dingen verscheurd. Maar niet nou door een kleurverschil. Want de simpele vraag die aan Gloria Wekker en aan Sylvana Simons gesteld moet worden. Hoe kan het als Nederland echt een diepste racistische samenleving zou zijn. Waar mensen dus met een kleur eigenlijk kansloos zijn. Waarom is het dan zo dat de Surinaamse gemeenschap by far het beste doet van alle migrantengemeenschappen? Zo radicaal zegt Gloria Wekker dat helemaal niet. Dacht ik wel. Nou, ik denk als je naar Nederland is een ten diepste mentaal een racistische samenleving door het koloniaal. Nou nee, maar ik bedoel, daar vind ik ook dus, dat vind ik spiegelbeeldig met Rutte. Die laten dus ook het algemeen belang in de steek op dat moment. Absoluut. Want die vervreemde Nederlanders ook van een gemeenschappelijk idee. En je kunt heel goed een verhaal over de Nederlandse geschiedenis vertellen. Ik ben zelf
ambassadeur, whatever it may mean, van het slavernijmonument. Ik heb dat altijd gesteund, dat idee. Want ik dacht, er is toch mogelijk een verhaal over Nederland te vertellen, inclusief de zwarte bladzijde. Inclusief alle dieptepunten van die geschiedenis. En proberen een gezamenlijk verhaal te vertellen, waarin ook degenen die zich als nazaten van die slavernij zien, hun plaats kunnen krijgen, hun erkenning kunnen vinden en tegelijkertijd. Het zou onderdeel van onze identiteit moeten zijn, nou, namelijk dat verhaal, van ons verhaal. Waarom zou dat niet kunnen? Waarom zou een identiteit alleen maar bestaan bij gratie van trots en zwijgen over de dieptepunten? Zeker, maar dat gebeurt dus niet in de geschiedenisboek. Maar jij wou iets zeggen al veel eerder. Ja, ik vroeg me af hoe het in Nederland zit met institutionele racisme. In België weten we, als je mystery calls doet bij verhuren, of als je kijkt naar jobapplicaties, die dan eigenlijk door twee personen dezelfde cv ingestuurd wordt, dezelfde applicatie ingestuurd wordt. Eén met een buitenlandse naam, één met een Vlaamse naam. Zien we dat er een zeer groot verschil is. Ik zeg niet dat dat de enige. Dat is in Nederland ook. Ja, maar dat zijn dus patronen van discriminatie waar je het helemaal over kunt hebben op de arbeidsmarkt. Maar kleurverschil, dat is de stelling. Nee, ik denk niet dat maar dat is dus even de stelling van Sylvanus Simons en anderen. Het heeft me ook niet verbaasd dat dat totaal geen appeal heeft gehad, zelfs niet binnen de Surinaamse gemeenschap. Heeft 20.000 stemmen gehaald, terwijl ze werkelijk niet van de televisie te branden was. Dus je zou denken, die heeft er werkelijk echt alle aandacht en zichtbaarheid voor die diagnose gehad. En is er zelfs niet in geslaagd. Zullen we het weer even veralgemeniseren? Nee. De politiek in het algemeen identiteit. Nee, maar dit is natuurlijk wel een heel essentieel voorbeeld. Want je ziet dus met alle beste bedoelingen van de wereld, want ik geloof heel erg dat er een integere gedachte achter zit, achter haar kritiek op Nederland, maar dat zij ook niet de woorden vindt om Nederland te verbeelden op een manier dat mensen zich, meerderheden, dwars door etnische scheidslijnen heen, zich daar thuis kunnen voelen. Denk op een andere manier. Dus ik zie gewoon op allerlei terreinen Sibon Buma op een manier die zegt van, als het je niet meer bevalt, als je de Nederlandse normen en waarden niet onderschrijft, dan moet je maar weg. Ik bedoel, er worden dingen nu gezegd aan alle kanten waarvan ik denk, waar is nog de verbeelding van het maatschappelijk midden? Wie is nog op zoek op een bewuste manier naar een morele meerderheid in Nederland die het huidige Nederland zou kunnen omvatten en naar de toekomst zou wijzen? Nou, is die altijd noodzakelijk? Wat? Moet je, het is natuurlijk makkelijker als je in een gemeenschap er allemaal hetzelfde over denkt. Dat is, nee, niet helemaal niet allemaal hetzelfde. Hoe breed moet jouw gedeelde morele waarden en normen zijn? Ja, er moet wel een common ground zijn. Ja, maar hoe groot moet die zijn en wat moet die zijn? Dat is toch. Nou ja, daar is geen wiskundige formule voor. Maar. Nee, ik denk dat het vroeger wel zo was, en het was zelfs een klacht, althans in Nederland, dat ook politiek gezien alles zich rond het midden bewoog. He, dus je was links van het midden of rechts van het midden en dan had je nog iets helemaal midden en dat ging niet naar links en naar rechts. Afijn, goed. Maar alles boog ze. En daarmee kon men ook communiceren. Nu zie je dat er een soort divergentie is naar de extreme, naar de buitenkant. De vraag is even, nog steeds, hoe komt dat? Waarom voelen we ons niet meer thuis in het midden? Waarom voelen we ons niet meer thuis met die gemeenschappelijke waarden en normen en overtuigingen van hoe het leven eruit zou moeten zijn. Hoe komt dat? Is daar überhaupt. Jij bent filosoof en bioloog. Ja. Waar zou jij het zoeken? waar ik zou beginnen met zoeken is natuurlijk. Dat is natuurlijk een extreem complex verhaal. Hè? Waarom we zo snel polariseren of waarom we nu meer polariseren waarom we nu dan zo, ja, waarom het nu zo van het midden weggaat. En ik heb er geen definitief antwoord op. Natuurlijk een beetje een stuk van je vanzelfsprekende identiteit die je vroeger meekreeg vanuit je opvoeding is weggevallen. Momenteel is het ook. Mensen kunnen eigenlijk in de meest absurde morele en feitelijke standpunten innemen, indien ze omringd worden met mensen die dat ook doen. En momenteel is het natuurlijk veel makkelijker geworden, gezien de hoeveelheid informatie, gezien de internet, om je te omringen, zij het virtueel, met mensen die net zoals jij iets heel vreemds denken. En ik denk dat zeker een aspect is dat te weinig aan bod komt. Het is steeds makkelijker geworden om totaal van de pot gerukte standpunten daar toch medestanders voor te vinden, want je hebt het hele internet ter jouw beschikking. Dat helpt in ieder geval al niet. Vroeger was de waarheid datgene wat je op school leerde en je kon niet daarbuiten gaan zoeken. Dus het was veel moeilijker om aberrante, een nieuwe werkelijkheid te creëren, terwijl dat nu heel makkelijk geworden is. Ik zoek het zelf meer in. Ik zeg niet dat ik dat ook wel absoluut een realiteit vind, hoor. Het internet, maar ik denk dat op het internet worden dingen uitvergroot die er zijn. Ik denk dat het au fond te maken heeft, en dat zie je natuurlijk in zo'n vluchtelingencrisis heel pregnant,
aan de ene kant mensen die voor open grenzen pleiten, aan de andere kant mensen die zeggen sluit de grens, terwijl iedereen snapt dat de zoektocht is, hoe gaan we naar dat gebied daartussen? Hoe geven we dat vorm? Dat niet de hele wereld hier naartoe kan komen is één ding. Dat we de grenzen niet kunnen afsluiten is een ander ding. Maar wie verbeeldt dan de zoektocht naar een reële omgang met de humanitaire verplichting die we hebben ten opzichte van het leed buiten onze grenzen? De verplichtingen die we hebben ten opzichte van menselijk leed binnen onze grenzen? Hoe verhouden die twee zich tot elkaar? Nou, ik zie daar weinig voorbeelden van. Ik denk dus dat in een wereld die globaliseert, voordat je het weet, zie je een nieuwe polarisatie waar het maatschappelijk midden uit elkaar wordt getrokken. Door de ene kant voor een deel elites die alles zetten op openheid, open grenzen, overal, open economieën, noem maar op. Aan de andere kant de protectionistische reflex, populisme is ook een vorm van protectionisme, roep om bescherming, die zich dan achter een symbolische en materiële grens denkt terug te kunnen trekken. Maar waar is in deze tijd van globalisering de democratische gedachtevorming over wat de grenzen zijn van die globalisering, hoe je daarmee moet omgaan? En ik zie dus weinig pogingen daartoe. Ik zie, en als er pogingen zijn, dan winnen ze geen stemmen bij de verkiezingen. Nou, Macron zou je kunnen zeggen is inderdaad iemand die dan de globalisering omarmt. Marine Le Pen trekt zich terug achter een grens. Inderdaad, en wie is in Frankrijk, wie gaat die twee beelden van Frankrijk... Vanavond is er een debat hè, tussen de twee. Dat zullen wij nu missen. Dat missen we nu, maar goed, dat wordt vervolgd. Het is ook voetbal, heb ik maar, en er is ook voetbal. Nee, maar dat is weer wat anders. Maar Clary, nog iets anders is wat ook natuurlijk, je noemt het, die divergentie, die centrifugale krachten. Wat er ook natuurlijk helpt, is dat juist aan de randen de meest uitgesproken extreme ook identiteiten en opvattingen worden verkondigd waar juist mensen naartoe gaan. Het is ook een soort van, mensen zijn wars geworden van het compromis en dat soort van dat slappe midden. Ja, maar dat is allemaal midden. Waar. En ik probeer er nog steeds achter te komen hoe dat komt. Omdat al die ontwikkelingen die we nu geschetst hebben, dat die nog steeds niet voor mij verklaren waarom je, laten we dan maar even zeggen, het algemene belang en de veiligheid daarvan, hè, laten we wel wezen, om dat in te ruilen voor de radicaliteit van het eigen, van maar van waarom zou je niet kunnen zeggen de identiteit. In een wereld die globaliseert, die identiteiten die historisch zijn overgedragen en voortdurend in verandering zijn, langzamerhand uit elkaar vallen. En dat er dus een deel heeft gezet heel erg op openheid, reactie voor een deel daarop bescherming. Nou, misschien dat. Kijk, mijn maar grote probleem. Maar die polarisatiepaal is geen verklaring voor het probleem. Nee, waar is die politieke arena? Ik wil nog één zin eraan toevoegen. Namelijk op het moment dat Angela Merkel in elke tweede zin zegt: het is alternatiefloos. Er is helemaal geen alternatief voor de wereld zoals ze zich nu aan ons voordoet. Dus ik denk de kernzin van 2016, van de Brexit, was take back control. Dat is een diepst democratische aspiratie die heel makkelijk kan overlopen in ten diepste autoritaire, illiberale antwoorden. En dat is wat we onder onze neus zien. Controle. Dus op het moment dat er geen liberale verbeelding is van de grenzen van de globalisering, de globalisering zoals die zich nu aan ons voordoet, migratie als voorbeeld. Je kunt migratie helemaal niet stoppen, daar heb je helemaal geen invloed. Mensen komen toch, is het niet legaal, dan wel illegaal. Nou, wen er maar aan dat dan, als dat dus de enige liberale discours is over globalisering, dat het alternatief dan illiberaal zal zijn. En dat is wat we onder onze ogen zien. Als er iemand in Amerika, het immigratieland bij uitstek, president kan worden met de leuze I'm going to build a wall. Als we dat niet serieus nemen en niet snappen dat er dus iets hier aan het losraken is. Nou, dat heeft alles te maken met het beeld dat dus lange tijd is volgehouden en voorgehouden aan mensen. Migratie als een belichaming van de wereld die globaliseert. Maar dat is een metafoor, zou je kunnen zeggen, een symbool van iets. Als je zegt, daar kun je geen enkele vorm aan geven als samenleving. Het overkomt je. Dan weet ik wel waar de meerderheid zal eindigen. Namelijk in een autoritaire keuze voor muren bouwen. Nou, er is nog iets anders aan de hand, want we krijgen nu een hele duidelijke focus op migratie als zeg maar het allesbepalende probleem, hè, de allesbepalende polarisatie, openheid versus geslotenheid. Er is nog iets anders aan de hand en dat is iets waarvoor grappig genoeg Alexis de Tocqueville, die schreef een boek in, weet jij dat, jij bent hier de historicus, gepromoveerd en wel.
La Democratie en Amerique, welk jaar? Begin 19e eeuw, Begin 19e eeuw. Die schreef in dat boek, is nog steeds actueel en urgent. En die schrijft daarin, 1830, whatever. Hij beschrijft daarin hoe op een gegeven moment de democratie, hoe daar in een staatsvorm kan ontstaan, die en min of meer autoritaire trekken vertoont. Waarin zeg maar de burgers zich eigenlijk onttrekken aan die politieke samenleving. Zoals ik al zei, ik vind het gek dat zeg maar die burgerlijke identiteit voor ons nauwelijks bestaat. Hè? Waarom hebben wij geen vrij op 26 juli om de akte van verlatingen te herdenken en te vieren? Ik noem maar iets. Maar de burgers trekken zich terug uit het dagelijkse bestuur. Die houden zich nog bezig met hun petit et vulgaire plaisir. Hè? Die worden hedonistische consumenten, beschrijft Tocqueville. En zegt hij, het bestuur dat komt dan in handen van een beetje autoritaire, onzichtbare grote moloch. En dat zou je vandaag de dag natuurlijk kunnen zien in Brussel. Want de afkeer van dat politieke midden, dat is ook de afkeer van Brussel. En de afkeer van een bestuur waar mensen geen enkele feeling en contact meer mee hebben. Ja. Want die uiterste waar jij het over had, dat zijn ook de partijen die Brussel afwijzen. Ja. Dus het betekent eigenlijk dat we Brussel als een soort van, überhaupt, een zondebok, steeds groter wordende bestuurslichamen kiezen om maar controle te houden op ook de globalisering en steeds uitdijende. Ja. En dat daarbij, in dat proces, de mensen zich überhaupt niet meer gehoord voelen. Ja, zich er niet meer bij voelen horen. Maar dat is geen fataliteit. Ja. Want je zou kunnen zeggen, Europa is misschien wel de enige manier. Maar misschien is Europa wel, maar dan een ander Europa, het enige antwoord op de globalisering. Namelijk een grotere eenheid van landen die samenwerken en nieuwe vormen van bescherming geven. Maar je kunt het heel simpel zeggen. Er is gewoon een rationele kritiek mogelijk op de Europese integratie in twee grote symbolen. Nationale munten zijn afgeschaft zonder dat er een functionerende Europese munt is. Nationale grenzen zijn afgeschaft zonder dat er een functionerende gemeenschappelijke grens is. Dus gemeten aan het doel van Europa om stabiliteit en enigszins stabiele verhoudingen te creëren, is wat er de afgelopen 25 jaar in Europa is gebeurd, iets heel een spectaculaire mislukking. Ja, en je vergeet iets heel belangrijks, is dat de integratie toch behoorlijk rugzichtloos is opgerukt. Ik was net een paar dagen in Griekenland. En ja, ik heb heel veel jaren in Afrika gewoond. En als ik over zo'n Grieks eiland loop en alles zie en beschouw hoe de dingen daar gaan, dan denk ik, ja, dit is echt veel meer Afrika dan het Brussel is. Hm. En dus, en dat is natuurlijk nog steeds een taboe, dat die integratie een politieke integratie is geweest die uiteindelijk integreren. Je hebt het over precies. Ja, nee, maar dat is een cruciale fout. Die natuurlijk, you can't unscramble an egg. Dus daarmee zitten we met de gebakken peren met een euro die niet meer de hand haalt. Scramble eggs, gebakken peren, Ik ga even teruggaan op de vraag van een tijdje geleden waarom het nu meer gepolariseerd is. Toen ik onderzoek naar dit deed voor mijn boek, was een van de opvallende vaststellingen dat er enorm veel informatie, wetenschappelijke literatuur is over waarom wij irrationeel zijn en hoe dat allemaal komt en op welke manieren we irrationeel zijn. We hebben een hele catalogus van alle manieren waarop mensen dom zijn. Maar als je dan gaat kijken van en wat is het antwoord daarop, hoe kunnen we dat dan beter doen, dan vind je bijna niks. Dus de vraag hoe kunnen we constructiever met elkaar van mening verschillen, hoe kunnen we wel nog common ground vinden, daar vind je bijna geen Handleidingen voor. En dat is hetgene wat we volgens mij nodig hebben. We zitten nu eenmaal niet meer in onze kleine stammen op de savanne rond te huppelen. Dus we komen in contact met mensen die van mening verschillen. Ja, maar wat is irrationeel? Is de euro, was dat rationeel bijvoorbeeld? Goh, ja, dat is de goede vraag. Ik weet niet of dat maar de vraag is, hoe verschil je van mening op een constructieve manier? Zonder dat je elkaar, zonder dat die polarisatie... Nou, ik denk dat de vraag is meer van, hebben we nog een vooruitgangsideaal? Mijn vooruitgangsideaal zou ik makkelijk onder woorden kunnen brengen. Namelijk dat kring van mensen waarmee we ons duurzaam kunnen identificeren. Wie zijn die wij? Zien als medeburger wie dat zijn die kring, wij hier? Wie zijn wij? Die kring ruimer wordt. Wij, Nederlanders, dat wij dus ons zouden kunnen zien als onderdeel van een Europa in wording. Dat is mijn vooruitgangsgeloof. Ik geloof dat vooruitgang zie ik als een uitdijende kring van mensen waarmee je duurzaam verbonden voelt. Nou, empathie, je voelt wel die Griekse crisis, hoe ver we daar nog vandaan zijn om Grieken als medeburgers te zien, waarbij het vanzelfsprekend is. Je zegt,
het rijkere deel van Europa draagt ook, zoals we dat in Nederland doen, het rijkere deel van Nederland heeft er totaal geen probleem mee om geld over te dragen. Dat doen we toch? Feitelijk is er gewoon schuldenkwijtschelding in Griekenland. Nee, maar dat gaat achter de rug van mensen om. Dat is het probleem. Over de rug van mensen heen. En dat is het probleem. Het verdonkere manen van die politieke beslissing. Want, ja, maar er zit toch geen geleefde gevoel onder, nog niet. Ik zeg niet dat dat helemaal jongens, kan. Ik wil even terug. Ja, dit is allemaal, we gaan het voor andere keer weer hebben over Europese Unie en wat daar allemaal verkeerd aan is. Nee, het gaat. Maar we hebben het nu over. Wil ik nog steeds hebben over dat identiteitsdenken en de identiteitspolitiek die daar. Nee, weet ik. Ik wil verder. Ik wil namelijk naar de consequenties. Want het is niet alleen iets wat in Nederland is. Het is in Europa. Het is in. Het is eigenlijk over de hele wereld, het is zeker ook in de westerse wereld, het is zeker ook in Amerika. Wat zijn de consequenties van het feit dat we blijkbaar steeds meer ons onveilig voelen in deze wereld, steeds minder een gemeenschappelijk verhaal met elkaar kunnen maken, om maar het verhaal, dat blijft natuurlijk, en ons steeds meer terugtrekken op de eilandjes die we dan zelf kiezen, omdat we denken dat ons dat nog de meeste houvast geeft. Wat zijn de consequenties daarvan? Waar gaan we op? Nou ja, die zien we toch vandaag de dag. Die consequenties, die heten toch Brexit en Trump. En nou goed, God verhoede dat Le Pen wint. Maar dat Le Pen nu in de laatste ronde zit, is daar ook een consequentie. Maar wat zullen daar. Natuurlijk, voor de bestuurbaarheid is het niet handig, zo maar even zeggen. Niet landelijk en niet Europees en niet in groter verband. Er is een maatschappelijke verdeeldheid waar we natuurlijk dagelijks mee te maken hebben. De consequenties daarvan. De roep om bescherming, die heel begrijpelijk is, die zowel te maken heeft met sociaal-economische ongelijkheden, maar ook met culturele verbeelding van een samenleving of van een groep landen, van Europa, dat die vraag een illiberale antwoorden krijgt. En het is denk ik heel wel mogelijk als je gewoon teruggaat in de geschiedenis van de globalisering. Als je gewoon teruggaat in de geschiedenis van globalisering, dan zie je één ding heel simpel. Dat de landen die het meest geglobaliseerd zijn, economisch, zijn ook de landen met de sterkste staat. Dus landen als Zweden en Nederland hebben historisch, zijn die het meest de mate waarin die samenlevingen in termen van economie en cultureel open zijn naar de wereld, zijn het sterkst geopend, maar het zijn ook samenlevingen waar het beslag van de staat op de collectieve uitgaven het grootst is historisch. Dus blijkbaar gaan die twee dingen samen. Dus wil je duurzaam onderdeel zijn van een wereld die zo globaliseert, dan zul je ook sterke instituties nodig hebben, nationaal, Europees, die bescherming bieden. Dus ik zie geen enkele fataliteit in wat er nu gebeurt. Het is gewoon een aanwijsbaar tekort van nationale regeringen, van Europese regeringen. Er is wel degelijk een mogelijkheid om bescherming te bieden, om het verhaal aan elkaar te vertellen, de symbolische identificaties tot stand te brengen die ruimer zijn dan wat we nu doen. Dus ik zie wel degelijk een vooruitgangssignaal voor me. Welk verhaal dan? Dat die mogelijkheid er is. Nou, bijvoorbeeld het verhaal over Nederland zou je kunnen vertellen, inclusief eeuwen van migratie. Maar dan wel een verhaal waarbij die migratie niet alleen maar iets wat je overkomt, maar wat een samenleving waar ook keuzes worden gemaakt en een samenleving dat zelf vorm geeft als een gewilde toekomst. Nu is het probleem dat de globalisering wordt gezien als iets wat je overkomt, waar je helemaal geen vorm meer aan kunt geven. Het is een geweldige vormcrisis. Je kunt niet. Als je geen vorm meer aan iets kunt geven, of het nou een nationale samenleving of Europa, dan is dat in essentie het afscheid van de democratie. Ja, maar dat is wel democratie is namelijk in essentie vormgeving. Nee, maar dat is wel het falen van de politiek, hè, Paul. Dat er gewoon zo lang natuurlijk een politieke consensus is geweest over een x-aantal dingen. Hè, namelijk, Brussel was eigenlijk onbespreekbaar. Als je tegen Brussel was, dan was je alweer een paar jaar in de politiek. Dit geldt voor een hele hoop zaken. Dus ook wat jij nu zegt. Ik probeer iets van een vooruitgangsidee onder woorden te brengen. Want volgens mij is er ook geen politiek handelen maar dit is zonder wensdenken. Een vooruitgangsidee. Is dit niet wensdenken? Ja. Mijn vraag is, wat jullie hier namelijk schetsen, leidt voor mij
gek genoeg, en dat zien we ook steeds vaker, naar de roep om een sterke man of vrouw, maar altijd een man natuurlijk. En dus naar een bedreiging, ik probeer het maar even in jullie midden te gooien om er even een reactie op te krijgen, een bedreiging van onze democratie, ja. Een bedreiging van alles wat waard is om voor te vechten en wat we best voor zouden kunnen vechten. Ja. Maar wat uiteindelijk, want dat hebben jullie net met z'n allen zelf geconstateerd, door die politici, door de onmacht van de politiek of de onwil van de politiek of allebei, niet gebeurt. Ja, maar kijk, wat natuurlijk enorm ontbreekt, is het idee van een voldragen en gloedvol gebracht ideaal. Een ideaal wat inderdaad die inclusieve samenleving bevordert. We hebben een premier die zegt, ideaal, dat is een roze olifant in de kamer. En bij het ontbreken van een gloedvol verhaal waarin mensen kunnen wonen, gaan mensen dus wel naar of sluiten zich aan bij een salafistische moskee. En dus het is ook een politiek falen dat we gewoon geen alternatief hebben. Ja, maar het is veel te makkelijk om het alleen maar naar de politiek te kijken. Het is toch niet alleen maar een politiek. Jullie doen een beetje, ik ga even een totale karikatuur maken van wat jullie zeggen. Als er nu zo'n paar goede politici zouden opstaan die een goed verhaal konden vertellen, nou dan was het probleem opgelost. Het is toch wel net iets complexer dan dat. Niet alleen maar dat, die ik zeg ook helemaal niet dat er een paar politici moeten komen. Want ik vind namelijk vind je dat verhaal? Nee, maar ik vind ook in de kunsten dat er enorm tekort wordt geschoten over deze vraag. Ik vind dat de intellectuele verbeelding van Nederland enorm tekort ziet van de literatuur. Ik had het nog vandaag met iemand van de bezige bij toevallig over waarom dus wel nu eindelijk een literatuur komt waar de migratie van Nederland verbeeld wordt. Maar ik ken geen enkele roman waarin het milieu van de PVV-stemmer eigenlijk tot leven wordt gebracht. En dus de empathie. Joris Luijendijk probeert het nu. Dat is geen roman. Ik zie het probleem veel breder. Ja. Het is een heel groot probleem. En dat is nou juist wat we schetsen. Het leuk dat jij de kunst erbij haalt. Als je nu ziet wat door populisten met name, maar ook door anderen, altijd als bedreiging wordt gezien, dan zijn dat eigenlijk drie dingen. Dat zijn de elite, de ander, dus en de kunstenaar. Dat zijn precies de linkse subsidies. Het zijn precies de drie categorieën die waarschijnlijk waarvan jij misschien je hoop op hebt gevestigd, maar die het wel behoorlijk af laten weten. Maar zou je niet kunnen zeggen, voor mij is het populisme absoluut niet een opstand tegen de elite, maar vooral een roep om betere elites. Het is zo ongelooflijk gemakzuchtig en zelfrechtvaardigend om te zeggen, ja, het is gewoon een afwijzing van alle elites. Dus ja, dat kun je verder nog wel terugzeggen. Nee, ja, precies. Misschien zit er wel. Ik moet wel eens terugdenken aan de studentenbeweging, waar ik zelf actief in ben geweest in de jaren 70. Werd er ook gezegd, dat was tegen de hoogleraren. Nee, dat is een roep om andere hoogleraren, betere hoogleraren. Dus ik zie in dat populisme zit absoluut een zoektocht naar een betere conformiteit. Dus de beroemde zin van John le Carré, a rebel is he who is looking for a better conformity. Ja. Een betere conformiteit. En dus de zoektocht naar elites die wel degelijk proberen hier antwoorden op te geven, maar dat zijn zeker niet alleen in de politiek. Ik zou het een ontzettend armzalig idee, jij verwijst terecht naar Tocqueville, het zou een armzalig idee zijn over de democratie om te denken dat die alleen maar in de politiek gestalte krijgt. Nee. Maar moeten we de democratie dan niet toch enigszins proberen te vernieuwen? Ik ga even teruggrijpen naar een beetje het eindpunt van mijn boek, waar ik op zoek ging naar hoe we dan beter van mening kunnen verschillen. Er is heel weinig onderzoek, maar het weinige onderzoek dat werkt, of in die zin waar je merkt dat mensen begripvoller komen te staan ten opzichte van andere mensen wiens standpunt ze niet delen, is indien je het face-to-face doet. Dat is een van de weinige methodes als iemand anders, als wij zo recht naar elkaar kijken, dan besef ik dat jij niet enkel een, en dan mag je dat zelf invullen, bent maar ook gewoon een mens. En toch wel. Toch wel. Ja, moeten we dan. En ik weet niet, er is natuurlijk een beetje onderzoek naar deliberatieve democratie. Misschien moeten we dan toch dat soort dingen proberen, zodat we toch een manier vinden om net iets constructiever met elkaar van mening te verschillen, waarbij je dat wij-zij-denken toch probeert een beetje uit te sluiten. Als je zegt, van we moeten op zoek naar een nieuw gemeenschappelijk verhaal, ja, dan gaan we toch ook methodes moeten vinden om dat verhaal vorm te geven. Nee, maar het goede van bijvoorbeeld het voorstel van Daad van Rijbroek van die G1000, het goede daarvan vind ik, is dat je gewoon at random, door loting, mensen verplicht om deel te nemen aan het openbaar bestuur.
waardoor die betrokkenheid er wel weer komt. Kijk, zoals ik al zei, identiteit is iets wat je ook maakt door dingen te doen. En als burgers zich alleen maar terugtrekken en gaan klagen. En ook trouwens iets anders over die elite, dat is ook wel fascinerend. Kijk, in Limburg, dus waar mijn verhaal zich afspeelt, daar is dus nergens in Nederland dus meer op Geert Wilders gestemd dan in de Oude Mijnstreek. En dan interviewde ik daar bijvoorbeeld allemaal oud-mijnwerkers. En dan zei ik tegen ze, ze hadden allemaal Geert Wilders gestemd. En dan zei ik, dat hele verhaal over die buitenlanders die maar weg moeten, zei ik, die zijn hier toch helemaal niet? En dan zeiden ze, ja, maar die moeten hier niet komen ook. En dat was natuurlijk flauwkul. Waar het ze om gaat is helemaal niet buitenlanders. Dat speelt nu helemaal niet in Zuid-Limburg. Ja, er was een enorme massa-immigratie een eeuw geleden toen die mijnen opengingen. En die mensen zijn naadloos geïntegreerd. Want die mijnen waren een integratiemachine zoals verder misschien alleen maar een militair bataljon dat is. Nee, ze stemmen op Geert Wilders omdat hij zich totaal afkeert van de elite in Den Haag. Ja. En daardoor voelen zij zich totaal verlaten, verloochend en in de steek gelaten. Ja. En dat is ik zou ideeën toch serieuzer nemen. In de zin van dat ik denk, als mensen wel degelijk zeggen, mijn stem wordt ook mede bepaald. Blijkt uit onderzoek naar Fortuyn. 80% van de Fortuyn-stemmers hebben op één zin gestemd. Sluit de grenzen. En geen enkele stemmer denkt ook, de grenzen gaan echt helemaal gesloten worden. Maar willen wel met die stem het beleid in die richting doen opschuiven. Dus daar, ik heb altijd gedacht, maar hetzelfde geldt als je naar de radicale islam, dat is zo neig om te psychologiseren en te denken. En ik vind dat een vorm van bijna bevoogdend soms. Dat je denkt, nee, als mensen inderdaad zeggen, wij maken die keuze voor IS, laten we dat gewoon eens serieus nemen. Gewoon kijken, wat wordt daar gezegd? Wat zijn die ideeën? En natuurlijk zitten er psychologie achter. Ik heb zelf psychologie gestudeerd. We zijn begonnen met de psychologie. Maar dat wil niet zeggen dat. Ja, maar daar zit dus een bevoogdende kant aan het psychologiseren. Want waarom psychologiseren we de elites niet? Waarom zeggen we niet van ja, het feit dat de leider van Unilever dit en dit zegt, ja, dat komt voort uit allerlei psychologische. Nee, dat nemen we gewoon een idee, een economisch belang. Noem op, dat nemen we gewoon serieus. Waarom nemen we echt mensen mee we ten diepste van mening verschillen? Niet serieus. Ik heb zelf psychologie gestudeerd. Eventjes. Ja, kijk, ik heb het geprobeerd. Ik ken die ellende. Ik ken deze ellende. Nee, in België is dat ooit gebeurd. Althans, het was niet eens een IS'er, het was een Syrië-strijder. Iets waar je nog makkelijker sympathie voor kunt hebben. Die mocht op een talkshow zijn verhaal doen. En die werd gewoon geïnterviewd over waarom hij dat deed. Ja. Dat heeft een rel veroorzaakt. Ja, dat mocht niet. We mochten niet naar die mensen. Wat wil je daarmee zeggen? Maar was het een goed idee of een slecht idee om te doen? Ik vind het een goed idee. Ik vind het ook een goed idee. Maar schijnbaar mag dat toch niet. Schijnbaar mag je die mensen niet eens aan het. Ja, maar misschien moeten we dat dan terugzeggen als we op zoek zijn naar een reële manier om van mening te verschillen. Dat we eerst de plaats is beginnen met mensen niet te psychologiseren. Inderdaad. Maar gewoon hun ideeën, hun opvattingen. En natuurlijk zit er een hele werkelijkheid nog achter. Maar laten we gewoon eens het gebaar maken. Principieel, juist ten opzichte van mensen met wie je zeer van mening verschilt. Gewoon eens eerste plaats luisteren naar die ideeën. En te zeggen niet van, ja, eigenlijk, u zegt wel dat u dat het motief is. Maar eigenlijk zit daar iets achter. Ja, eigenlijk weten we het. Laten we gewoon eens beginnen. Ik weet niet of je dat boek van die socioloog gelezen hebt die met Trump-stemmers is. Die zelfs tussen Trump-stemmers is gaan wonen. Ja. Zelfs tussen Trump-stemmers. Het is duidelijk. We begonnen met chimpansees en we eindigen met Trump-stemmers. En ze heeft daar 3 jaar tussen. Dat is, ik wil direct met jullie praten, ook in verband met de tijd. En ook omdat ik zomaar het idee heb dat misschien in de zaal ook nog wel andere vragen en opmerkingen leven. Nog eventjes hoe het tijd te keren. Maar eventjes die ene vraag, omdat ik dat nog eenmaal beloofd heb. En omdat dit ook in het kader van 4 en 5 mei is. Ja. Roept het herinneringen op wat er nu aan de hand is op dit gebied? Ja, ik heb een boek geschreven over het leven van mijn grootvader, Duits-Joodse familie, afkomstig uit het noorden van Duitsland. En hij was filosoof en letterkundige, een verhaal op zichzelf, maar daar gaat het niet om. Maar wat ik dus wel herken, is dat zijn hele werk, hij heeft veel geschreven, maar ook heel veel van zijn tijdgenoten, die waren maar één ding op zoek, samenhang. En die leefde dus in een wereld die echt uit elkaar viel, waarin eigenlijk alle betekenissen en liberale verbeelding gewoon alles onder hun neus uit elkaar viel. En ik begin nu eigenlijk pas te begrijpen, nu je zo Trump ziet en überhaupt dat soort verschuivingen, ook het gevoel van machteloosheid. Dat je dus in een tijd kunt leven waarin heel veel dingen die je dierbaar zijn uit elkaar vallen, verschuiven, veranderen. En eigenlijk een soort van machteloos gevoel.
Want ik dacht altijd terugkijkend naar die tijd van Stefan Zweig en ook voor de Eerste Wereldoorlog, Interbellum, dacht je, maar waarom hebben mensen niet gezien wat er voor ze lag? Ja, misschien zagen ze het wel, maar voelden zich machteloos. En je ziet dus hoe onder je neus iets kan veranderen, waar je toch blijkbaar heel moeilijk iets op terug kan zeggen. Maar vooral dat idee van, dus het ene tijdschrift naar het andere synthese. Maar die machteloosheid die jij nou... Dat is natuurlijk heel herkenbaar. Dat is alles wat we ook nu vanavond hebben beschreven... Ja. Is eigenlijk terug te voeren op een soort van machteloosheid. Niet meer bij ergens controle op uitoefenen. Ja. Ontworteling, ja. Al dat soort dingen. Ja. Als dat de overeenkomst zou zijn... Even afgezien van alle Godwinnetjes die je er ook nog bij kan... Maar als dat de overeenkomst zou zijn... Hoe het tij te keren, dames en heren. Ja, ik even mijn persoonlijke situatie. Ik ben een brave linkse ex-multicul-denker. Ik dacht altijd van, we gaan lekker allemaal inderdaad onze identiteit... Die moeten een identiteit kunnen behouden enzovoort en verder. En dat ging allemaal fantastisch natuurlijk, want ik ben dan hoog opgeleid... en rijk genoeg om mij dat soort standpunten te kunnen permitteren. Als je dan een beetje ingaat, dan besef je dat toch net iets te eenvoudig is... en dat wij mensen wel degelijk nood hebben aan... Een wij-verhaal en dat je dat ook niet kunt negeren en niet kunt denken dat mensen die dat niet hebben, dat die dom zijn. En eigenlijk hebben wij besloten om, mijn dochter is nu 6, om haar 3 jaar geleden naar een concentratieschool te sturen. En eigenlijk is wat dat is een concentratieschool? Een concentratieschool, dat kennen wij is een donkere zwarte school. Wij noemen dat hier zwarte school. 97% van de leerlingen waren allochtoon. Toen zij daar aankwam. Momenteel mensen is dat met een migratieachtergrond. Moet en dan besef, je, dan besef je hoe een vreselijk arrogante klojojo jezelf bent. En hoe fel je boven die mensen stelt op het moment dat je dan inderdaad naar die school gaat. En eigenlijk is dat een beetje een eye-opener geweest. Ook om te beseffen hoe moeilijk het is om in contact te treden. En hoeveel moeite je daarvoor moet doen en hoeveel... arrogantie bij jezelf je moet overwinnen. Nu zijn we 4 jaar later en nu pas begint dat te lukken. En het geeft ergens aan dat het ergens wel veel moeilijker is dan wij linkse, dan ik mijn vroegere linkse naïeve zelf dacht. Het is veel ingewikkelder om met die mensen in contact te komen dan ik daarvoor dacht. Maar dat het kan wel. Maar dan moet je inderdaad, zoals hier al gezegd is... Je moet het doen. Ja, je moet het gemeenschappelijk... Doen. Je moet iets gemeenschappelijk hebben. Je moet ergens, al is het maar een schooltje, dat je kunt klagen over de leerkrachten, over de schoolmaaltijden, dat je iets hebt waarbij je, dat je gemeen hebt. Het is makkelijk om in linkse kringen dat te bewieroken, maar je moet het inderdaad gewoon doen. Soms. Nee, je moet iets van een common ground hebben, waarover je inderdaad, je kan zeiken over de leerkracht. Want ik zit in een totaal andere situatie dan jij en toch lijkt het er een beetje op. We hebben een paar jaar geleden onze kinderen naar een school in Amsterdam-Noord. Een witte school is Nee, een hele zwarte school. Ik denk 99% zwart, maar daar kwam in 1 gang, in 2 gangen, kwam de vrije school. En onze kinderen gingen naar de vrije school in dat pand met alleen maar... Dus het was een hele zwarte gang met 1 witte klas? Een totaal zwarte school met 1 witte gang. En ik sta dus steeds op dat schoolplein. En daar is segregatie, heb ik nog nooit heftiger dan daar meegemaakt. Onze kinderen hebben ook op een school in Oeganda gezeten. Daar zaten 60 verschillende nationaliteiten. En met iedereen had je een gesprek. Want je had die common ground, namelijk die ene leerkracht en het schoolfeest. En wat ga jij bakken en wat ga ik maken? En hier, daar sta ik dus elke dag naast Afghaanse gesluierde vrouwen. En ik groet ze, maar veel verder kom ik niet. Dus er is nul common ground waarover wij een gesprek kunnen voeren. Ja, ben je ook over die stoeptegel gestruikeld. Ja. Maar zelfs dat doe het ik. Het is een begin. Ja, ja nee, maar dus dat is mij dus nog niet gelukt na 2 jaar. Misschien doelbewust struikelen, net om gesprek aan te kunnen. Nee, maar goed, hoe? Ja, dus common ground creëren, wij-verhaal maken, het weer wij-maken. Je hebt een heel artikel in NRC daarover geschreven. Ja. Overigens, wat mij daaraan opviel, was dat het hoe doen we dat, kwam er niet heel erg in voor. Ja, dat vind ik er altijd, weet je, bij mensen willen altijd een soort van politiek boodschappenlijstje. Nee, niet. Maar het is gewoon om er... Het is ingedaan. Nee, het was namelijk gewoon een polemiek met al diegenen die op dit moment... wat ik zie als het algemeen belang in de steek laten. Ja, nou, er zit wel degelijk dus een heel duidelijk... Dus op het moment dat je zegt van de karakterisering van Nederland als racistische samenleving... gaat ons niet dichter bij elkaar brengen. Precies spreken over problemen van discriminatie op de arbeidsmarkt wel...
het pleur op zeggen gaat ons niet bij elkaar brengen, enzovoort, enzovoort. Daarmee markeer je, maar ook stond erin dat GroenLinks en D66 een probleem hebben, namelijk die zeggen, wij zijn eigenlijk niet ruimhartig genoeg in ons asielbeleid. Nou, ik zou zeggen, Nederland, wat in 2 jaar tijd 90.000 asielzoekers heeft opgevangen, komen nog heel veel nareizigers. Dus zeg maar dat die 90.000 nog eens 150.000, 200.000 mensen nakomen. Je bedoelt qua in vijf jaar tijd gaan wij dus 300.000 mensen opvangen. En dan te zeggen, we zijn eigenlijk helemaal niet genereus. Kijk, ik ben dus op ongelooflijk veel plekken geweest de afgelopen jaar. Ook in Oranje, ook op al die plekken waar dus weerstanden waren. En ik heb één ding gezien. Mensen zijn niet tegen verandering. Mensen zijn tegen verandering zonder een gevoel van oriëntatie. Dus ze zeggen, wij willen in Arnhem heel graag 2000 mensen opvangen. Daar gaan we ons ongelooflijk voor inspannen. Maar niet het jaar daarna weer 2000. Dat kunnen we helemaal niet aan. Of, ik zeg maar, ik geef nu even getallen, het gaat me niet om die getallen, maar het gevoel van, wij willen heel graag iets doen, we zien onze verantwoordelijkheid, we hebben een verantwoordelijkheid, een humanitaire verplichting, maar die kan niet onbegrensd zijn. Dus we moeten een omgangsvorm vinden. We willen ook weten waar het naartoe gaat. Hetzelfde geldt voor Europa. Mensen zijn helemaal niet tegen Europa, maar zijn tegen Europa wat zegt, we zitten in de trein rijdt. We hebben geen idee waar die trein naartoe rijdt. Maar uit een rijdende trein stappen is een ontzettend slecht idee. Maar, dus dat hele idee van, er wordt geen oriëntatie geboden aan mensen. En daarom ontstaat er weerzin tegen verandering. Dus je moet mensen precies formuleren. Je moet oriëntatie bieden. Dit is allemaal eigenlijk ook naar de politici, maar ook naar de maatschappelijke discussie, neem ik aan. Dat soort dingen. Het zou beter zijn als. Maar het gebeurt niet, want er is winst te behalen door niet precies te formuleren, door geen oriëntatie te bieden, door geen wel een wij-verhaal te houden, maar een beperkt wij-verhaal en niet een inclusief wij-verhaal. Die twee dingen naast elkaar. Ja, ik ben dan de pessimist hier, jij bent hier de optimist, maar ik wil het jullie toch maar even voorleggen, want het is wel makkelijker gezegd dan gedaan. Ja, maar dat vraagt echt ander politiek leiderschap. En wat Paul hier zegt is ontzettend belangrijk, verandering met een zekere oriëntatie. Dat is natuurlijk de grote richting. Er zijn ook kleine dingen waar je kan denken. Ik heb bijvoorbeeld eerlijk gezegd niet begrepen waarom Sybrand Buma in de verkiezingscampagne, toen die pleitte voor het opnieuw in ere herstellen van het zingen van het Wilhelmus, waarom is die man zo ongelooflijk over afgezeken? Afgezeken. Ja. Want dat soort symbolische dingen, ik bedoel, er zijn heel veel dingen waarop ik het totaal niet met Buma eens ben, dat hij bijvoorbeeld niet radicaal kritisch is op Viktor Orbán, die inderdaad een illiberale democratie heeft met zwaar dictatoriale trekken. Daar wordt hij veel minder hard op aangevallen. Maar dat Wilhelmus, nou, dat was ongelooflijk hoe hij daarover is afgezet. Terwijl zoiets is ontzettend, volgens mij is dat Omdat hij het niet precies formuleerde, dat is natuurlijk ook waar. Hij zei niet erbij. We hebben gewoon weinig talent. We hebben wel eens een gesprek gevoerd, al heel lang geleden, over de naturalisatieceremonie. Ja. Dus wij waren het daar eigenlijk wel over eens. Kan je over de invulling daarvan kan je ontzettend strijden. Maar wij hebben die arrogantie dat we denken, we kunnen helemaal niks leren van Canada, van Amerika, landen met een lange migratiegeschiedenis. Die zoeken naar nieuwe rituelen. Ja. En dan kan je zeggen, het volkslied is één voorstel, maar misschien nog wel betere voorstellen. Precies, maar het gaat erom dat een samenleving die geen talent heeft voor rituelen, er niet in slaagt om vorm te geven aan iets wat je gemeenschappelijk hebt. En dat is dus iets wat ik zo heb geleerd bij dat onderzoek doen naar die mijnwerkersgemeenschappen, dat zo'n identiteit is geen natuurverschijnsel. Het is ook niet goed om het kunstmatig te noemen, maar dat er wel allerlei ingrediënten zijn waarmee je dat kunt opbouwen. En als je daar in Nederland over sprak, net zoals Buma dat nu deed, van progressieve kant was het dan altijd alsof ze dan deden mensen alsof ze de laarzen hoorden stampen. Nou, daar moeten we echt een keer van af. Nee, daar gaan we niet meer over hebben. Zaal. Misschien kan er ook een beetje licht aan, want ik zie weliswaar maar eigenlijk niet over mensen zijn die iets willen zeggen, bijdragen, vragen, wat dan ook. Zijn er? Ja, daar is een mevrouw. En dan komt er een microfoon naar u toe, die u niet mag vasthouden van mij, omdat iedereen dan altijd ermee vandoor gaat, figuurlijk. Ik erop wezen dat globalisering beperkt zich eigenlijk tot Europa, Australië, Nieuw-Zeeland en minder. En Canada, want niemand trekt naar Pakistan of naar China in grote getalen. Alles komt hier naartoe. Dat is één punt. En ten tweede, de islam. Ik heb niets met de islam. Ik wil er ook helemaal niets mee te maken hebben. Dat heb ik uit ervaring.
persoonlijke ervaring. Dus dan heb je al een schisma gecreëerd. Dat weten ze, maar toch blijven ze die mensen invoeren. Dus je houdt steeds maar dat schisma in stand. Eén ding tegelijk. Want ja, anders okay, worden dat is makkelijker om ook te antwoorden. Het eerste was, ze komen allemaal hierheen en dan, niet daarheen. Ja. Nou, dat is natuurlijk, ik doe zelf nu onderzoek naar de opkomst van India, Brazilië en China. En de gevolgen daarvan voor Europa. Interessant is dat bijvoorbeeld vanuit Portugal er een duidelijke migratie plaatsvindt richting Angola en richting Brazilië, dus voormalige koloniën. Er zal steeds meer migratie ook naar China gaan natuurlijk, naarmate China zich verder ontwikkelt en rijker wordt. Dus, jij denkt dat het een kwestie van tijd is? Nou, ik vind wel, dat daar verwijzen we dan niet naar, maar het grote, geweldige positieve verhaal over de globalisering, dat vertellen is dat de wereld misschien binnen landen de ongelijkheid is toegenomen, maar tussen landen de gelijkheid is toegenomen. Dus met de opkomst van China zijn er wel een paar honderd miljoen mensen uit abjecte armoede bevrijd. Hetzelfde geldt in Brazilië en India. Dus laat ik zeggen, dat grotere verhaal over dat ook een deel van de wereld deze globalisering ook wel een geweldig vehikel van. Wat jij zegt, als die landen het economisch beter krijgen, dan gaan ze ook uiteindelijk daar naartoe. Dat is nou, wat je zegt. En dan zul je ook nieuwe migratiebewegingen natuurlijk. Dat migratie ik, ja. gaat naar de centra van de rijkdom, maar vooralsnog komt die natuurlijk inderdaad vooral naar het Westen. En de vragen die dat oproept, ja, die zijn we aan mij wel besteed. De afgelopen 20 jaar dacht ik wel eens over. Daar heb je wel eens wat over gepubliceerd, geloof ik, meen ik me te herinneren. Ja. En de tweede vraag was, ik heb niets met de islam. En nee, dat was uw vraag. Wacht even, u moet niet tegen mij praten zonder microfoon, want dan kan ik het niet horen. Dat ze dus intussen wel weten dat er een sterke stroming, anti-islam stroming in Europa, die heel ver teruggaat, zeg maar tenminste tot 1683. Nou, als we naar de Balkan gaan, nou fijn, gaan we door. Ja? Nee, 1683, hè? Dus de val van Wenen, het beleg van Wenen en zo, dat leeft ook nog. Er was een knaap in Spanje. En toen is dus aanviel in Parijs, toen zei hij in Spanje, ja, wij zijn er ook niet vergeten. Jij was er ook van is. Mensen vergeten niet. En die islam is niet vergeten. Want die prelaat uit Egypte zei, ze begonnen met ons te vermoorden en ze doen het nog steeds. Nou, Marokko heeft pas tijdens de laatste verkiezingen de doodstraf afgeschaft. Maar wacht even. Wat u en zegt, mag 1% christen hebben. Nou, mogen ze ook christen worden. Dat vind ik zo onevenredig. Dat in die landen zoals Pakistan worden mensen voor blasfemie alweer een paar jongens zijn er op straat gelyncht. En dan gaan ze allemaal naar Engeland toe zitten. Maar u zegt, de islam is hier niet welkom, want die zijn ons altijd te nagekomen. Dat is wat u zegt eigenlijk. En dan nog steeds. Wil iemand daar iets op zeggen? Ik heb echt een vraag voor je. Ja. Nee, ik heb er niks op te zeggen. Oh, nou, ik... Jij, Paul? Groot gesprek over, maar ik bedoel, laat ik één ding zeggen. Het is wel zo duidelijk dat je herken je iets uit de geschiedenis van de migratie. Dat religie is wel vaker. Kijk naar de katholieke migranten die naar het protestantse Amerika kwamen in de 19e eeuw. Geweldige culturele clashes. Want die Amerikanen zagen in die katholieke migratie een komst van mensen die nooit loyale Amerikanen zouden kunnen zijn, omdat hun eerste loyaliteit bij Rome lag. Zagen een ondermijning van de verordeningen van de Amerikaanse revolutie in die komst van die katholieken. Dus dat herken je in onze tijd. Maar het verschil is natuurlijk wel dat hier de schaduw van geweld overheen is gevallen door terroristische aanslagen. Nou, wat op zich al een ingewikkeld samenlevingsvraagstuk is, wordt natuurlijk gewoon als in Frankrijk nu wordt vastgesteld. Er zijn 9000 mensen die een fiche S hebben, hè, die dus worden verdacht van betrokkenheid in jihadistische netwerken. Even terug naar de Baader-Meinhof-groep. Dat waren 50 mensen, ja. Max. Dan zit je 9000 mensen. Dat is voor een veiligheidsdienst een complete nachtmerrie. Je hebt 24 mensen nodig om één iemand dag en nacht te kunnen volgen. Dus ik bedoel, dat kun je helemaal niet aan. Dus hoe je daarmee omgaat. En als inderdaad, je ziet gewoon in Frankrijk de traumatisering van die aanslagen en die zich herhalen. Je kunt zeggen, het goede nieuws is dat zelfs in deze tijd, dat Marine Le Pen dus blijft steken op 40%, kan je ook van zeggen, blijkbaar is er nog steeds een meerderheid in Frankrijk die wel daar doorheen kijkt en verder zoekt
Maar dat hier een geweldig probleem ligt, ja, dat lijkt me wel een understatement. En moet je dan zeggen, is daar consequentie van? Want dat het een probleem is, lijkt me inderdaad ook een understatement. Moet daar de consequentie van zijn dat we zeggen, mensen met een islamitische achtergrond niet welkom? Want ja, dat, is, nou dus dat is de achtergrond van de vraag. Ik had op deze plek hier een debat met Sarrazin, die Duitse schrijver en politicus. En die zegt precies dat. Hè. Nee, vroeg het. Ik zeg het helemaal niet. Nee, maar goed, die zegt dus wat jij vraagt. Hè. Ja, je moet precies formuleren, hoor ja, ik net. Ja, nee, maar goed. Dus die bepleit dat. Anders dan jij. Hè. Ja. Het blijkt nu ook, hè, Chatham House heeft een onderzoek gedaan, 10 Europese landen, blijkt dat 55% van de Europeanen voor een totale stop op migratie uit moslimlanden is. Land als Frankrijk is meer dan 60% ervoor, Oostenrijk ook. Dus maar 20% van de Europeanen is daar principieel tegen. Dus dat zegt wel wat, het gaat veel verder dan de travel ban van Trump. Dus wat betekent dat in de samenleving? Nou, ik zie wel, ik ben er tegen. Waarom ben ik er tegen? Omdat ik vind dat migratie... Ga je niet een religieuze test aan mensen vragen. Maar dat er een vraag is, hoe ga je de islam in deze samenleving, wat voor plek krijgt die? Hoe ga je om met migratie? Wat voor controle hebben we op migratie? Welke migratie vooral... willen we, welke niet? Nou, daar kunnen we een lang gesprek over hebben. Het zijn trouwens toch wel onze moslims die aanslagen plegen? Meer dan gemigreerde moslims? Ja, nee, maar dat is dan een geweldige positieve mededeling. Dat de kinderen die hier zijn geboren, radicaler zijn hun ouders. Ja, namelijk, die worden gezien als gewone moslims. Een minderheid van de kinderen. Hè? Want nee, secularisering is ook bij de moslims nog steeds wel langzaam gaande. Zijn er andere vragen? Ja, want omdat ik een beetje moet denken waar het net over gaat. Het lijkt dan eigenlijk alsof het dus eigen volk eerst. Dat betekent dus, nou ja, wat we kennen, dat is welkom. Of welkom, dat mag hier thuis zijn. En dat wat vreemd is, dat moet buiten blijven. Ik romantiseer dit een beetje, maar ik heb zo af en toe een beetje in kranten zo de laatste paar jaar verhalen gehoord. En de indruk dat bijvoorbeeld mensen die PVV stemmen, op het moment dat er een asielzoekersgezin in hun straat komt wonen, dat ze toch wel meehelpen het tuintje op te knappen. En het is een beetje waar we het over hadden, op het moment dat je elkaar in de ogen kijkt. Ja, dat je elkaar face-to-face. Maar, iets wat hun meestal niet weerhoudt om dan te zeggen van ja, deze dat is een goeie, maar de rest... Ja. Ja, maar wat kunnen we daaruit afleiden als het gaat over dat wij-zij denken? Hè? Dus, want als het gaat over de grote problematiek of zo, dan lijkt het dus de hele tijd naar de uiterste te gaan. Terwijl in het kleine zie je, al lukt het jou maar als jij niet bij het schoolplein misschien. Maar dus kunnen we iets afleiden uit het feit dat mensen dus toch op dat kleine niveau eigenlijk makkelijker wel met elkaar kunnen oplossen? Daar hebben jullie allebei al eigenlijk iets over gezegd. Jij door naar Van Rijbroek te verwijzen en jij inderdaad door dat face-to-face. Misschien... zou je daar iets uit af kunnen leiden, namelijk dat je dat wel werkt. Alleen dan is nog de vraag volgens mij hoe dat dan... Dus dat het kleinschalig wel werkt, dat het op kleine schaal wel werkt, maar naarmate de schaalvergroting plaatsvindt, hoe zich dat dan vertaalt? Ja, naarmate de schaalvergroting plaatsvindt, ga je natuurlijk steeds meer symbolen... Je kent de ander niet meer. Hè? De ander is de bankier, de moslim, de... PVV-stemmer, de wat dan ook. De ander wordt eigenlijk een soort label, of wordt gereduceerd tot zijn label. En dat is natuurlijk zeer moeilijk. Bepaalde psychologen beweren dat je eigenlijk niet kunt samenleven met meer dan 150 man. Dat daarna moeilijk wordt. Omdat je 150 man, die kun je allemaal persoonlijk kennen. En daarna wordt het ingewikkeld. Ja, dit lukt nog. Dit mensen, lukt gelukkig, dit gaat nog gaan. En daarna wordt het ingewikkeld. En ik denk dat links veel te vaak vergeten is dat het zo ingewikkeld is en dat we niet allemaal kumbaya kunnen zingen. Ja, maar aan het is het nou een vorm van vooruitgang dat we er toch in slagen om ons te vereenzelvigen met een steeds grotere groep mensen? Ja, natuurlijk is dat een vorm van. Of zeggen we small is beautiful? Ik ben nooit zo van de gedachte gecharmeerd geweest. Al was het maar omdat ik zie het regionalisme in Europa. Juist kleinere identiteiten, de bestaande staten kapot maken. We zijn ineens Schots nationalist, Baskisch nationalist, Vlaams nationalist. Ik zie daar geen vooruitgang in. Dus ik heb nog steeds wel een idee over morele vooruitgang. Dat namelijk de groep van mensen waarmee je kunt vereenzelvigen en die je echt als medeburger kunt aanvaarden, dat die groep ruimer wordt. Maar dat geldt niet voor iedereen, hè, Paul. Dat geldt voor ons soort mensen. Nou, dat weet ik niet. Of dat in die mensen ons soort toch mensen Nederlander kun je in die kolonieën in de Mijnstreek hebben ze dat ons soort niet. Mensen zijn?
Ons soort mensen zijn wie? Nou ja, nou, Limburgers zijn toch ook wel Nederlanders geworden? Noem ze cosmopoliet, progressief, internationaal georiënteerd. Nee, in die plekken waar ik dan voor mijn onderzoek kwam bij dat soort gezinnen, daar was juist de oriëntatie eigenlijk heel erg steeds meer naar binnen gericht. Omdat die buitenwereld zoveel bedreiging van zichzelf heeft. Omdat ze zich daarin machteloos voelen. Dus ik hou erg van het idee dat er morele vooruitgang is, maar ik geloof niet dat je algemeen kan stellen dat mensen zich kunnen vereenzelvigen met een steeds grotere groep anderen. Alleen, dat is een ideaal wat je mensen kunt voorhouden. En laat ik zeggen, als ik de geschiedenis zie, dan zie je wel hoe ook, vandaar dat beeld van die klokken die gelijk worden gezet in 1909. Dat duurt dus allemaal heel lang. Maar er komt natuurlijk een moment dat ook in Limburg, ook in Brabant, men zich ook wel met vallen en opstaan, met alle weerbarstigheid hoor. Maar die voelen zich natuurlijk ook wel onderdeel van Nederland. En die voelen zich ook wel aangesproken. Op het moment dat de MH17 naar beneden komt. Maar zit dan is er niet een Limburg gevoel op? Van dat gaat ons. Nee, maar goed, het gaat er even om dat de constatering van als je maar eye-to-eye bent met iemand. Of in een kleinere groep. Dat het dan allemaal wel op te lossen is. En dat je dan zelfs waardering voor elkaar kunt hebben. Dat dan ook de dreiging verdwijnt, als het ware. Schijnt te verdwijnen. Ja, bekend maakt niet per se bemind hoor. Echt niet. Dat laat echt alle samenleving kijken. Dus migratie gaat vaak via segregatie. En op het moment dat de segregatie niet meer het antwoord biedt, zie je dat mensen met elkaar in aanraking komen. Die aanraking leidt vaak tot conflict. Dus het is niet zo'n simpel idee dat als je maar bij elkaar in de straat woont, nee, dat je elkaar wel begrijpt. Je kunt ook iets van iemand mensen leren zien waarvan je denkt van Jezus. Maar wat wel blijkt uit onderzoek, als je mensen een gemeenschappelijke taak geeft of een gemeenschappelijke samen doen. Ja, daar voel ik me wel. Ook al is dat iets heel doms, maar dat werkt nee, dus. Nee, maar een gemeenschappelijke voetbalclub, gemeenschappelijk in het schoolbestuur. Kolgozen. Gewoon dingen, verantwoordelijkheid. Ja, inderdaad. Ja, ik heb een vraag. Ik denk dat het ook te maken heeft met een verlies van zekerheid, van angst. En ik merk, ik mis het economische, het ongelijkheids. Hoe heet de situatie die er nu heerst tussen de has en de has not. En ik mis dat elan van de jaren toch 70, 60, 70 van de rijken en de niet-rijken. Ik mis een beetje het elan van de sociaaldemocratie, het marxisme. Dat we weer teruggaan ook naar die basis. Er zijn heel veel mensen die zich bedreigd voelen, gepensioneerden, de middenklasse, arbeiders, kwetsbaar. Ja, en weet u wat het slechte nieuws is? Ja? Dat deze ontwikkeling alleen nog maar sterker zal worden. Dus de post-industriële gebieden, en dan heb ik het net beschreven, het verlies van een zware industrie. Maar die post-industriële gemeenschappen zullen op veel meer plekken in Nederland en in Europa verrijzen, doordat door robotisering heel veel banen gaan verdwijnen. Dus dat sociaal-economische aspect is ontzettend belangrijk. Want ik denk dat het een heel belangrijke voedingsbodem is voor juist dat zoeken naar een identiteit van wie ben ik nog. Want die materiële maatstaven waarin ik wie ik ben en wat ik waard ben en het mijn aanzien. Als je daarin faalt, dan wordt dus die identiteitskwestie, die sentimentele kwestie, wordt heel erg belangrijk. Ja, ik geloof wel, maar ik denk dat dat een ongewisse toekomst is. Kijk, Keynes had het in de jaren 30 al over technologische werkeloosheid. Daar is toen helemaal niets van uitgekomen. De technologische verandering leidde tot allerlei nieuw werk. Dus de snelle voorspelling dat de technologische verandering die voor ons ligt tot structurele werkeloosheid gaat leiden en een deel van de bevolking eigenlijk gewoon overbodig maakt, stel als dat echt gaat gebeuren, en daar vallen dus weinig antwoorden op te geven, dan kun je inderdaad zeggen, de toekomst die voor ons ligt, zal een toekomst zijn met nog veel scherpere vormen van ongelijkheid. Nou ja, daarom denk ik dat de globalisering het niet gaat. Je hebt politieke leiders nodig die pleiten voor een basisinkomen, zodat mensen ongeacht of andere vormen van bescherming. Dat er waardigheid is. Ja, of andere vormen van bescherming. Maar die waardigheid is volgens mij hier wel een belangrijk begrip. Ik heb ooit gesproken met Sandel, de filosoof. En die vertelde een verhaal dat hij ooit voor een zaal had gestaan in Londen met metrobestuurders. En daar had hij die metrobestuurders de vraag gesteld: wat vinden jullie nou erger? Dat jullie werk straks wordt overgenomen door een robot? Of dat jullie werk straks overgenomen wordt door iemand uit India die dat voor 10 cent minder doet? Zal ik maar even zeggen. En het rare was, het bijzondere was, het opvallende was, dat
in die zaal die metrobestuurders dus allemaal zeiden, oké, als het de robot is, dan kunnen wij daarmee leven, want dat is de technologisering van deze, en dan moeten we iets anders verzinnen, dat is oké. Als het iemand is die het voor minder geld doet, maar hetzelfde werk wat wij al jaren doen en wat waar wij goed in zijn, dan komt onze waardigheid in het geding. Ja. Dan komt de waardering in het geding. En dat kunnen we niet accepteren. Dus in die zin is er, hebben we toch weer die scheiding ook identiteiten weer. Maar ook een robot is niet erg, want dat is nou eenmaal technologie. Dus. Ja, maar als die mensen dan zonder werk thuis zitten, gaan ze toch iets moeten vinden. Ja, en toch is dat niet hetzelfde voor die mensen. Maar goed, ik vind. Blijkbaar. Ik zie daar zoveel verschillende voorspellingen. Over robotisering en effect op werkgelegenheid. Als iets is wat economen niet kunnen, is het voorspellen. Natuurlijk. Ja, dus ik bedoel, ik vind. Maar je kunt terugkijken, kun je in ieder geval zeggen dat in de jaren 30 de verwachting was dat de technologische verandering toen een groot deel van de bevolking overvolg zou maken. We hoeven niet in een glazen bol te gaan. Want hoe het eruit ziet, dat weten we niet. Nee, maar als je kijkt naar wat automatisering afgelopen jaren aan baan heeft gekost, aan allemaal achterloketten waar mensen zijn wegbezuinigd, dan kun je ervan uitgaan dat die trend zich zal versterken en zal doorgaan. Ja, maar dat is ook nieuw werk. Dus de werkloosheid in Nederland van 5% is niet wat je zegt. Catastrofaal, terwijl inderdaad heel wat automatisering al mee hebben gemaakt. Bankensector bijvoorbeeld is gewoon enorm. Ja. Dat vind ik geen werk, hè. Als we het hebben over zekerheid, hè, dan is dat geen werk. Excuseer, hè. Nee, het is geen zekerheid. Het is wel werk, het is geen zekerheid. Je snapt wat ik bedoel. Het is geen zekerheid, Paul. Ik ben ook ZZP, en die zekerheid die valt weg. Ja, maar goed, daarom zeg ik, als je terugkijkend in de geschiedenis, kan je vaststellen dat de globalisering alleen maar heeft gewerkt als er sterke instituties bestaan. Sterke vorm van bescherming. En het is geen toeval dus dat de samenlevingen die het meest open historisch stonden voor de globalisering, dus de samenlevingen die de meest omvangrijke overheden hebben opgeleverd. Ja. Omdat namelijk als je zo open staat voor de wisselvalligheden van de economie, dan heb je ook sterke vorm van bescherming nodig. En die kunnen hand in hand gaan. De vraag is of we dat opnieuw kunnen uitvinden. Ik bedoel, dat zijn grote vragen. Ja, maar als jij zegt de grootste overheden hebben, dan bedoel je denk ik de meest uitgebreide verzorgingsstaat. Netwerken, maar daar hebben we geen geld meer voor. Vangnetten bedoel ik, Zo hebben we daar geen geld meer voor. We hebben nog steeds vrij. Dat vind ik een beetje ruig. Ik bedoel, we hebben nog steeds wel een behoorlijk omvangrijke vormen van sociale bescherming. Ja. Zeker vergelijkenderwijs met heel veel andere delen van de wereld. Dus ik zou dat niet snel zeggen. Nee, maar de trend, is dat die wordt afgesloten. Ja, en dat is dus een hele slechte trend. Want daarmee gaan we de globalisering dus we gaan afronden. Niet winnen. Sorry. Ja. De tijd is nog veel belangrijker. Waren er nou nog twee mensen die iets wilden zeggen of nog één? Twee. Nee, nu komen er steeds meer bij. Ja, sorry, te laat. Die mevrouw hier in de hoek was eerst. Oké, dan mag die eerst. Ik ben de ene laatste. Ik heb een vraag aan jullie over het onderwijs in het kader van het wij en zij denken. Nu met alle stromen Arabisch sprekende mensen. Vinden jullie niet dat er zo langzamerhand ook Arabische taal en cultuur aangeboden moet worden op de middelbare scholen? Om hen tegemoet te komen, om de integratie wat makkelijker te maken. En waarom niet ook Chinees? Ja. Ja. Chinees lijkt me ook de vraag is, mag ik even een tegenvraag stellen? Waarom denk je dat het de integratie zou bevorderen? Omdat elkaars taal leren een vorm is van empathie. Maar ik denk dat je als gemeenschap mag verwachten dat zij onze taal lezen. Ik denk niet dat dat een. Natuurlijk, sowieso. Want je moet elkaar taal leren. Dus het zou optioneel zijn. Het is niet dat iedereen plots verplicht om Arabisch te leren. We moeten wel de historische achtergrond. Maar wij moeten natuurlijk ook met hen gaan samenwerken. We bieden hen allemaal de plek. En, ja, maar wie zijn, hen? Even uitpraten. Maar wie zijn hen? Kijk, ik zit in een zaal in Deventer met allemaal kinderen uit Turks gezinnen. Je denkt toch niet dat die allemaal vloeiend Turks spreken? Of dat die allemaal eigenlijk heel goed weten wat de Turkse cultuur. Ik bedoel, die weten niets van klassieke Turkse muziek, noem maar op. Dus als we het dan hebben over diversiteit, zou ik het graag als individuele geschiedenis willen zien. Nou, sommigen zijn heel erg geïnteresseerd in het land en de cultuur van hun ouders. Anderen helemaal niet. Dus over wie hebben we het? Als we het over hen hebben in het onderwijs. En als we een beetje de geschiedenis van eigen onderwijs en eigen taal en cultuur. De oorsprong daarvan, weet je waar die ligt? Namelijk bij het idee van terugkeer.
Namelijk dat je kinderen Turks moest leren, omdat ze weer terug zouden gaan naar huis. En dat ze dan niet, dat ze niks hadden aan het Nederlands, of weinig. En dat ze dicht bij de cultuur van ouders moesten blijven. Nee, dat is waar. Daar zit de oorsprong daarvan. Dat is zo. Maar er zijn nu weer geluiden. Dat om bijvoorbeeld, wij willen natuurlijk allemaal dat ze, en logisch, dat ze integreren met de Nederlandse taal, dat ze de Nederlandse taal leren. Maar om dat op goed niveau te doen, zeggen ze dus ook weer nu, dat zijn nieuwe geluiden, dat ze hun moedertaal, de taal waar hun ouders mee komen, dat ze die thuis moeten leren. Maar goed, maar dat was niet zozeer de vraag. Dat was niet de vraag. U vroeg of dat op school moet en het antwoord hier aan tafel is nee. Nou, ik, vind, ik heb er niks op tegen, maar... Ik vind... In school kan je prima gewoon naar Spaans en Chinees en noem maar op. Gebeurt trouwens al lang, hoor. Ja, maar dan is, het vrijwillig. Bedoel, dan is het... Laatste vraag. Wie het hoogste vinger op die meneer? Dat is discriminatie. Ja, want als je langer bent, kun je hoog in je vinger. Dit is discriminatie. Mevrouw Luiten, u heeft net gezegd dat bij het formuleren van een gemeenschappelijke ideaal... bijvoorbeeld de salafisten of die mensen zich niet gaan aansluiten bij een salafistische moskee of zo. Denkt u dat echt? Nee, nou kijk, zo simpel is het natuurlijk niet. Maar wat ik wel denk is dat allereerst denk ik dat het belangrijkste is dat in deze samenleving Abdel net zoveel kans heeft als Abel. Het scheelt maar één letter en het scheelt vandaag de dag. Dat is in principe waar iedereen over eens is. Oké, prima. Dan denk ik dat wat ook kan helpen, ik noem het maar als voorbeeld, als er een aantrekkelijk ideaal is met een duidelijk vergezicht, vandaar gaat deze samenleving heen, dat er iets aantrekkelijks is, een luring thing, waarin je je wil aansluiten en deel van wil uitmaken, in plaats van, nou, we hebben geen idealen en alles wordt maar uitgerekend tot 5 decimalen achter de komma. Ik kan me voorstellen dat als je en geen werk hebt en er is geen begeesterend ideaal, geen verhaal waarvan je deel wil uitmaken, dat je dan op zoek gaat naar een ander verhaal. Dat bedoelde ik eigenlijk. Goed. Ja, maar ik vind wel morgen 4 mei, hè. Ik bedoel, ik heb altijd me over verbaasd dat mensen zeiden, ach ja, Nederlandse geschiedenis is allemaal niet zo belangrijk. Weet je, we zijn toch onderdeel van een veel grotere wereld. Niet zeg maar dat we het niet ook over die wereld moeten hebben. Maar als we zeggen, morgen zeggen bijvoorbeeld, het is ontzettend belangrijk om je de geschiedenis van de oorlog te herinneren. Inclusief alle morele ambivalenties van het neutrale Nederland tussen 1933 en 1940... Hey, allemaal probeerden neutraal te blijven. En Hitler was een bevriend staatshoofd. En dan kon dit niet en dat kon niet worden gezegd. De hele geschiedenis van de deportatie en moord op de Joodse bevolking in de stad Amsterdam. Wat daar allemaal gebeurd is. Daarover te spreken blijft volgens mij heel erg relevant. En dat leert ook voor mij dat aandacht voor het verleden helemaal niet alleen maar iets is van het kweken van trots. Dus dat is waar dat historisch museum zo verschrikkelijk is. Het is een begrip van het verhaal creëren. Nee, maar wij zijn dus niet in staat in Nederland om een historisch museum vorm te geven. Ja. Waar al die verhalen worden verteld, inclusief al die pijnlijke vragen die daarbij horen. Koloniaal verleden van Nederland noemen. Maar waarom zouden we dat niet kunnen? Ik snap het werkelijk niet. Ik zie, als ik in Australië ben, je komt daar in Canberra, je loopt het Museum voor Nationale Geschiedenis binnen. Het eerste waar je over struikelt is een Aboriginal. En dat verhaal wordt daar verteld. En sorry, tegelijkertijd... het eerste waar ik over struikel in Australië is ook een Aboriginal. In een park met een fles alcohol, omdat ze daar nog steeds tweederangs burgers zijn. Zeker, dus niemand gaat zeggen dat die geschiedenis simpel is. Maar dat daar geprobeerd wordt een verhaal te vertellen over de geschiedenis van het land. Dat is zeker waar. Met inbegrip van al die kwesties waar je naar verwijst. Dus ik denk dat het mogelijk is, ik denk dat het nodig is. En daarin schieten we tot op de dag van vandaag verschrikkelijk tekort. Amen. Zo. Ik wil jullie heel hartelijk danken voor jullie bijdrage aan deze discussie. Ik wil u heel erg bedanken voor uw bijdrage en uw luisteren. Het is een gesprek voor de Dam. Dat betekent dat we morgen natuurlijk met z'n allen... we hoeven niet allemaal naar de Dam. We kunnen ook thuis herdenken, maar we moeten wel naar het theater na de Dam. Om 9:00, er zijn allemaal voorstellingen. Hier is een programma, dat is allemaal, neem ik volgens mij, ook op uw stoel gelegd. Kijk het goed, ga erheen. Dit illustreert...
Oh, nou laten we anders zeggen. Dit zal ongetwijfeld ook het denken over dit soort problemen stimuleren, zoals ik hoop dat ook deze avond heeft gedaan. Dank voor uw aandacht en we gaan wat drinken. Thank you.